welkom allemaal. Vanavond hebben we een avond over lucide dromen. En de aanleiding is een beetje een triviale. Het Nederlands Studentenorkest gaat op zondag 11 februari, dus aanstaande zondag, optreden met een concert in het muziekcentrum hier in Enschede. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Kaartjes zijn te krijgen bij het muziekcentrum. En het thema is dromen. En toen wij bij Studium Generale het over dat thema hadden, toen zeiden mijn collega's Peter en Anneke, oh, maar we hebben ooit eens een Studium Generale lezing gehad over lucide dromen. En dat was fantastisch. En ik wist helemaal niet wat lucide dromen waren. Dat zijn dromen waarbij je tijdens je slaap, tijdens je remslaap, ervaart dat je droomt en waarbij je die droom ook kunt beïnvloeden. De spreker toentertijd, toen Peter en Anneke dus hem hadden gehoord, was Tim Post. En we hebben hem opnieuw gevraagd, want het was dus heel goed volgens mijn collega's. Tim Post is onderwijspsycholoog. Hij promoveert op dit moment bij de UT op een onderzoek naar leren leren. En hij is, jullie kennen de term cosmonaut en astronaut. Hij is een oneironaut. Hij is een droomreiziger. Graag een applaus voor onze eigen UT-droomreiziger. Ja, Oneiro. Nou, ben ik goed te verstaan, jongens, ten eerste? Mooi zo. Zo niet, steek even je hand op, dan probeer ik wat harder te praten. Ja, Oneironaut. Ik hoop niet dat ik meteen een te zweverige introductie meteen heb gehad. Ik ga het heel wetenschappelijk en heel concreet maken. Dat is een van de doelstellingen ook van het werk dat ik doe. Om dromen toch wel uit de esoterie te halen naar gewoon keiharde wetenschap. Want er wordt heel leuk onderzoek gedaan naar dromen. Vaak als je een boekenwinkel binnenloopt, dan zie je altijd een hele kleine sticker met dromen ergens heel ver onderaan in een boekenkast, samen met allerlei andere rare onderwerpen. Dat is zonde, want het is een heel interessant onderwerp. Daarmee beken ik al meteen dat ik met dromen dus niet de dromen bedoel in figuurlijke zin. Dus de droom van een fijne vakantie of een droom van oh, was ik maar miljonair. Dat soort figuurlijke dromen, maar ik bedoel de letterlijke dromen die we dagelijks hebben. Overdag, maar ook tijdens de slaap. Allerlei mentale impressies die we hebben van onszelf, over anderen, van eerdere ervaringen of van toekomstige ervaringen. Dat zijn de dromen waarover ik ga hebben. En ja, de misvatting die ik een beetje wil weghalen gedurende de hele avond, is dat die dromen eigenlijk helemaal geen bedrog zijn. In tegenstelling tot wat Marco Borsato vaak zingt. Sterker nog, er wordt van alles geschreven, ook op het gebied van mindfulness, maar ook in cognitieve gedragstherapie, literatuur, over hoe dromen eigenlijk ons gedrag bepalen elke dag. En hoe belangrijk het daarom is om bewust te zijn waar we eigenlijk over dromen, zodat we een beetje regie kunnen voeren, iets droombewuster die regie kunnen voeren over wat we dromen, zodat we daarmee ook ons eigen persoonlijke succes overdag kunnen regisseren. Dat is eigenlijk een beetje de stelling van vanavond. En dat ga ik heel concreet maken. Ook in relatie tot nachtdromen. En dat is waar lucide dromen over gaat. Dus ik ga jullie even meenemen in een verhaal, totdat we uiteindelijk belanden bij het lucide dromen. Allereerst dus. Ik begin helemaal bij de basis. Dromen gaan wat dat betreft vooraf aan ons gedrag. Ik stel het een beetje voor als een soort ijsberg. Aan de top zou je kunnen zeggen, dat is het gedrag wat je overdag bij jezelf bemerkt of bij anderen. Dat is wat we zien. Hè? Dus ik ben blij, ik ben enthousiast, of ik doe iets wel, of ik doe iets niet. Gedrag, expressie. Maar eigenlijk onder de waterspiegel, in ons hoofd, spelen er allerlei dromen, dagdromen, ideeën, overtuigingen, die eigenlijk bepalend zijn tot wat we boven de waterspiegel zien van onszelf. Dat gedrag. Een enorme klomp wat daar gebeurt in de psychologie. In onderzoek wordt er ook heel veel, is het ook een hele grote shift, belangrijke shift geweest in de focus van waar we naar kijken. Als het gaat om psychologisch onderzoek, dat we niet alleen maar kijken naar het topje van wat doet iemand, wat doet een persoon in zijn dagelijks functioneren, maar wat leidt tot dat gedrag. En dromen spelen daarin een hele belangrijke rol. Nogmaals, dromen niet in de figuurlijke zin, maar in de beelden die door ons hoofd gaan, als we denken over onszelf of over allerlei zaken. Dus een beetje technisch geformuleerd, dagdromen zijn mentale representaties, mentale impressies zou je ook kunnen zeggen, inbeeldingen, van onze eerdere of nog mogelijke ervaringen. Je zou ook kunnen zeggen, dromen is eigenlijk een natuurlijke taal die we gebruiken voor innerlijke dialoog. Een taal waarmee we over onszelf nadenken.
zou je kunnen zeggen. En sommige mensen zeggen zelfs dat dat onderscheidt ons van andere diersoorten. Wij kunnen dit heel goed. We kunnen ons dingen voorstellen die er nu niet zijn. Dat maakt ons heel intelligent. Heel interessant formulering. Het is een soort taal, zou je kunnen zeggen. En wat ook interessant is, en dat zie je in allerlei soorten gradaties, zulke dagdromen kunnen heel indringend en heel levendig zijn. Zelfs zo indringend dat het zelfs ook allerlei fysiologische reacties kan ontlokken. Dus als we bijvoorbeeld denken aan een zorgdroom bijvoorbeeld, over oh, morgen heb ik dat enge gesprek met mijn baas, dan ontlokt dat ook adrenaline en kramp en stress. Kan zelfs ons immuunsysteem verlagen, waardoor we meer vatbaar zijn voor ziektes. Dus al denk je, nou, het is maar gewoon verbeelding. Nou, die verbeelding heeft wel echt een hele directe, concrete invloed op ons functioneren overdag. Dromen zijn niet zo bedriegelijk, als je misschien zou denken. Je zou bijna kunnen zeggen multisensorisch. Een droom is niet alleen maar een visuele impressie. Je kan ook dingen proeven in je verbeelding. Bijna proeven in je verbeelding. Als je heel veel zin hebt in een pizza, ik had er gisteren heel veel zin in. Dan zit ik op de fiets en dan proef ik al die pizza margherita. Dat herkent u vast wel. Terwijl ik hem niet echt proef, maar moet je indenken, hè, dat onze hersenen dat kunnen voorstellen. Het is niet alleen maar een beeld van de pizza, maar ik kan hem bijna proeven. Of iemand die enorm rookverslaafd is, die al die sigaret al ruikt. Hè? En dat beïnvloedt ons gedrag. Wat onderzoek laat zien, is dat veel van onze dagdromen overdag heel vaak onbewust zijn. We hebben niet door dat we zoveel dromen, dagdromen overdag. Vaak zijn onze dromen ook best vlakkig, niet zo levendig zoals ik net even beschreef, zoals ze zouden kunnen zijn. Dus dat we dingen kunnen proeven of dingen zelfs kunnen horen, inbeeldend. Vaak zijn het wat snellere gedachten. Ze kunnen heel levendig zijn. Vaak zijn ze ook herhalend. Dezelfde soort dagdromen over en over. Oh ja, ik ben gewoon niet goed op mijn werk. Over en over en over. Of oh ja, zie je, mijn leven is mislukt. Over en over en over en over en over. Vaak zijn die dagdromen dus ook negatief. Kenmerkt veel van onze dagdromen overdag, blijkt. En dat maakt dat soort onbewuste, herhalende negatieve dromen ook vaak geuit worden in herhalend negatief gedrag. Dat als we geconfronteerd worden met een uitdaging, even figuurlijk, we moeten van een springplank afspringen, maar het kan ook een sollicitatiegesprek zijn of een rijexamen, maakt me niet uit. Dan zijn het vaak die dromen die we hebben die vervolgens voorspellen, een voorspellende waarde hebben voor of we daadwerkelijk van die plank gaan afspringen of niet. Die ijsberg, hè, onder de waterspiegel. Die dromen zijn geen bedrog, zijn heel voorspellend voor ons gedrag. Dat betekent dan dus ook dat we eigenlijk ook helemaal niet hoeven te leren dromen, want dromen is ons aangeboren. Dat is die natuurlijke taal waarover we beschikken. Dat kunnen we allemaal, je hoeft niemand te leren dromen. Het is bijna een automaat, een automatische piloot bijna. Ik vind het heel interessant, want ik denk, ja, het heeft zo'n belangrijk aandeel in hoe wij functioneren overdag, maar heel weinig mensen zijn zich bewust van wat er eigenlijk tussen de oren allemaal speelt in termen van dit soort dromen. Kortom, wat veel wetenschap suggereert, en de boekenwinkels staan er vol van, als die dromen zo belangrijk zijn, zo voorspellend zijn voor ons persoonlijk succes, voor onze daadkracht, voor ons zelfvertrouwen, voor wat we doen of laten in ons leven, dan zouden we dus eigenlijk die droomspier die we hebben hier moeten trainen. Wat droombewuster moeten leven, zodat we wat rijkere verbeelding kunnen maken, ook wat meer positievere verbeelding, zodat we vervolgens wat meer regie kunnen voeren op ons gedrag. En meer halen uit ons functioneren, dan wanneer we alleen maar die herhalende zorgdromen hebben. Lijkt vrij voor de hand te liggen. En dat is niet nieuw. Dat roepen al heel veel mensen. Ik noem hier eventjes een paar mensen als Steve Jobs, die al sinds dag nul zeggen, verbeeldingskracht is zo belangrijk en bepalend. Niet alleen maar om met een nieuwe iPad te komen, een nieuw creatief idee, maar ook om lef te hebben, moed te hebben, door te zetten. Op de stip, op de horizon, een idee te hebben van het gaat me lukken of niet. Heel belangrijk, ook in de wetenschap. Neil deGrasse, ook een hele leuke man met hele leuke YouTube-filmpjes over wetenschap, misschien herkent u hem wel, die ook verkondigt hoe belangrijk het is om je eigen creatieve verbeelding in te zetten, om allerlei dingen te ontdekken, ook bij jezelf. Heel belangrijk. Oprah heeft er ook van alles over gezegd en over geschreven. Niet dat zij nou de autoriteit is op dit vlak. Maar om even wat voorbeelden te geven van hoe breed al wordt gesproken over hoe belangrijk die dromen zijn. En hoe meer bewuster we moeten leven. Ook in sport. Tiger Woods heeft dat bijna gepioneerd in de sport. Dat hij zijn swings al van tevoren al kan voelen voordat hij ze maakt. En daarmee die beslissende
laatste hole-in-one maakt voor zijn overwinning. Er wordt momenteel ook heel veel gedaan in sport, visualisatie. Het zit niet meer zozeer alleen maar in spierkracht. Kan ik het? Maar geloof ik ook dat ik het kan? Kan ik het dromen dat ik het kan? Dat kunt u zich misschien wel voorstellen. Kortom, het onderliggende principe hier, en dat is niet nieuw, heeft nog niks met lucide dromen te maken, maar heel belangrijk onderliggend aan dit verhaal, wetenschappelijk gezien is het daarom heel erg belangrijk dat we droombewuster leven. Zodat we meer grip hebben op wat gaat er nou in ons hoofd. Wat passeert de revue wat dit betreft qua dromen? Waar denken we over? Zijn we zelfvertrouwend? Geloven we in onszelf voordat we bepaalde activiteiten beginnen? We moeten doelbewuster leven. En dat zie je in heel veel literatuur momenteel terug. Nou, ik kom bijna bij lucide dromen. Als ik een voorbeeld neem, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, een voorbeeld. Wat er vaak wordt gedaan in therapie, is dat er wordt gezegd, oké, nou als dan iemand bijvoorbeeld kampt of leidt aan hele herhalende zorgdromen, dan is een hele goede aanpak om eerst die zorgdromen in kaart te brengen. Waar droomt deze persoon dan vaak over? Waar denkt die persoon heel vaak over? Wat zijn die faaldromen, die zorgdromen nou precies? En die komen zeg maar uit die hersenpan en dat is eigenlijk een soort herhalend lusje wat eigenlijk continu zo doorgaat. En dan komt zo'n persoon bij de therapeut en zegt, goh, ik heb last van dit soort herhalende negatieve zorgdromen, hoe kom ik hier vanaf? En wat dan vaak wordt aangeraden is gezegd, oké, nou stel dat zo'n zorgdroom dan opkomt, wees er dan bewust van. Word daar mindful van, zou je kunnen zeggen. Het is een soort cognitieve dissonantie, dus je denkt, oh, daar komt die zorgdroom. Hey, zorgdroom. En vervolgens past daar wat positieve droomregie op toe. Dus als je die zorgdroom hebt, kan je die inhoudelijk iets meer bijschaven of relativeren, zodat het je niet zo grijpt, zodat je niet zo reflexief reageert op die zorgdroom en denkt, oh ja, het gaat me weer niet lukken. Maar dat je denkt, wacht even, het is maar een zorgdroom. Kan ik daar ook wat meer positiviteit in brengen? He, met het idee dat je vervolgens ook positiever in je schoenen staat en meer succesvol bent. Nou, wat interessant is, dit is al heel bekend, zoals ik net al zei. Niemand, vrij weinig mensen, hebben zich afgevraagd of dat principe van droomregie ook toegepast kan worden op onze nachtdromen. We weten dat het in dagdromen al werkt, maar het is heel opmerkelijk dat niemand ooit de sprong heeft gemaakt van als dat zo goed werkt bij dagdroom, zou het dan ook niet werken bij nachtdromen. En dat vind ik extra opmerkelijk, omdat onze nachtdromen nog vele malen indringender en levendiger zijn dan onze dagdromen. In remslaap, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen, zijn die nachtdromen bijna net zo echt als onze dagelijkse, nou ja, zoals dit moment, zo multisensorisch, zo leven is echt zoals dit moment momenteel is, als je wakker bent, zo echt zijn al onze dromen 's nachts in de droomslaap. Dat realiseert zich bijna niemand. Zo echt, moet je voorstellen, het is gewoon een virtual reality wat ingebakken zit in onze hersenen. Als die verbeelding in onze nachtdromen zoveel malen echter is, zou dan het effect van positieve droomregie in onze nachtdromen ook vele malen sterker zijn dan wanneer we die regie toepassen op onze dagdromen. Nou, daar wordt momenteel heel veel onderzoek naar gedaan. Mijn vooronderstelling is dat er heel veel invloed, heel veel bruikbaarheid, heel veel inzetbaarheid zit, verborgen ligt in het positief regisseren van onze nachtdromen, om persoonlijk meer succesvol te zijn overdag. Net zoals dat zou werken bij onze dagdromen. Kortom, de link hier van deze nachtdromen, die vaak onbewust zijn, vaak vlakkig, vaak herhalend negatief, die voeden ons 's nachts, ook met diezelfde herhalende scripts. Zouden we daar niet die positieve droomregie op kunnen toepassen, op dezelfde manier zoals dat nu wordt gedaan bij dagdromen? Zodat we deze loop doorbreken, in een veel effectievere, efficiëntere manier, zodat we uiteindelijk de hele cyclus positiever maken. Dus dat we door die positieve droomregie 's nachts tijdens de slaap onszelf sterker kunnen dromen. Nou, en dat is nu een onderwerp van onderzoek wat steeds meer aandacht krijgt, wat fascinerend is, en waarin we eigenlijk heel veel lenen van het onderzoek wat op dit vlak al wordt gedaan, bij die dagdromen, wat we dan overheven naar nachtdromen. Zou dat daar ook kunnen? En om dat wat meer concreet te maken, wil ik nog iets meer vertellen over wat die droomslaap nou precies is. Wat er nou precies gebeurt als we aan het slapen zijn, als we in de droomslaap verkeren. Heel veel mensen hebben al ideeën van wat nachtdromen zijn. Ervaringsgericht natuurlijk, maar wetenschappelijk zijn er heel interessante dingen te zeggen over wat er gebeurt in onze nachtdromen. Een idee wat denk ik belangrijk is om even te benoemen, is als we aan het slapen gaan, dit is eventjes een tijdspanne,
dit is moment nul, zou je kunnen zeggen. Stel, we zouden om 12 uur 's nachts gaan slapen. Gemiddeld genomen slapen we ongeveer 7 uur, 8 uur. Verschilt. Pubers slapen veel langer. Per periode verschilt het, maar eventjes algemeen ongeveer 7, 8 uur. Dan, en op de y-as hier zie je verschillende hersenstadia staan. Dus helemaal bovenaan zie je dat we wakker zijn. Dat is het meest actieve staat van onze hersenen. En vervolgens, hoe dieper we gaan in de grafiek, hoe meer we in onze diepe slaap gaan. Hoe meer we in coma gaan. Hoe meer onze hersenen uitgaan. De diepe, rustende slaap, zou je kunnen zeggen, grofweg. En wat je direct ziet als je kijkt naar dit plaatje, is dat slaap, in termen van hersenactiviteit, dus niet een uniforme staat van hersenactiviteit. Dus als je ogen dicht gaan, is het niet zo dat onze hersenen in één slaapmodus zitten, 8 uur lang. Maar het is een heel dynamisch proces. We gaan door allerlei verschillende hersenstadia heen, terwijl we aan het slapen zijn. Wat ook interessant is, remslaap is dat paarse stukje, zie je. We hebben steeds aan het einde van een slaapcyclus, zo'n duik in het dal en dan weer omhoog, hebben we een beetje remslaap. En in dat remslaapstadium zit eigenlijk best wel dicht bij ons wakende stadium. In remslaap, in droomslaap, zijn onze hersenen heel erg actief. Bijna net zo actief als wanneer we wakker zijn. Terwijl het toch met slaap te maken heeft. Wetenschappers noemen het daarom ook wel paradoxale slaap. Want als je iemand ziet die aan het dromen is in remslaap aan de buitenkant, dan lijkt het net alsof die persoon aan het rusten is. Ontspannen. Maar stel je zou de hersenschedel of de schedel eventjes open kunnen doen. En even kunnen kijken naar hoe actief de hersenen zijn. Zou je bijna denken dat die persoon wakker is. Het is opmerkelijk dat we in zo'n staat van inactiviteit eigenlijk heel erg actief zijn mentaal. Dus remslaap heeft veel meer te maken met wakker zijn dan met echt diep slapen. En wat je ook ziet is, gedurende nacht zie je dat we bijna geen diepe slaap meer hebben, in de ochtend bijvoorbeeld hier, maar eigenlijk bijna uitsluitend nog maar remslaap. Dat is ook vaak de reden waarom we wakker worden vanuit een droom, omdat we dan remslaap hebben, als de wekker zou gaan. Dus dit is eigenlijk wat er gebeurt als je kijkt naar het tijdpad van onze slaap. Er gebeurt heel veel in onze hersenen als we aan het slapen zijn. Als ik inzoom naar wat er nou gebeurt in die remslaap, zoals we alleen die kleine stukjes pakken, en we gaan kijken wat er gebeurt in onze hersenen, dat is nog interessanter. Dan kunnen we ook een beetje gaan achterhalen hoe dromen nou eigenlijk worden gevormd, onze nachtdromen, waar ze vandaan komen in termen van hersenactiviteit. Nou, en dit plaatje laat even heel grofweg plat het huidige geaccepteerde model zien van hoe dromen worden gevormd. Op basis van allerlei neurofysiologisch onderzoek. Het wordt het activatie-synthese model genoemd. Treffend, twee processen, activatie en activatiegedeelte in de hersenen activeert de droomslaap en een syntheseproces. In andere woorden, als je kijkt naar hoe groot die gebieden zijn, en eigenlijk doet het bovenste stukje van onze hersenen daar net zo goed aan mee trouwens, is het eerste punt al, het is niet zo dat als we aan het dromen zijn, dat er maar een heel klein stukje van ons brein verantwoordelijk is voor de droom. Als we in de droomslaap zitten, doen al onze hersenen doen mee in dat spel, om die levensechte droom te creëren. Dus nogmaals, onze hersenen zijn heel erg actief tijdens de droomslaap. En het is een soort samenspel. De droom start bij dit activatiestuk, waarin diep vanuit de hersenen een willekeurig droombeeld naar boven komt. Een droomgeluid of een herinnering. Schijnbaar willekeurig, lijkt het. Dat kan van alles zijn. En vervolgens zijn het de voorhersenen, eigenlijk onze bewuste reacties op dat droombeeld, die vervolgens die droom wat meer coherenter maken, wat meer een droomplot maken. Dus je zou bijna kunnen zeggen, het droomvormingsproces is een soort samenspel tussen de achterhersenen en de voorhersenen, die gezamenlijk de droom maken zoals we die zouden kunnen herinneren de volgende ochtend. Hierover straks ook zometeen ook meer. Als we bewust worden in onze dromen en we zouden droomregie toepassen, dan komen we hier ook nog op terug, van waar die droomregie dan precies plaatsvindt. Maar een belangrijk punt is hier om te weten dat dus dromen niet alleen maar plaatsvinden vanuit een heel klein stukje van onze hersenen, maar al onze hersenen doen mee in dit droomprocesverhaal. In die droomslaap, als we dan helemaal in die remslaap zitten en onze hersenen zijn helemaal bezig om die droom, om dat droompodium te scheppen, om dat droomplot te scheppen, dan is die droom ook enorm realistisch. Dus in tegenstelling tot een dagdroom is een nachtdroom niet iets alsof je kijkt naar een film, alsof je kijkt naar je televisie en daar een hele mooie droom. Vaak wordt het zo afgebeeld in films of in documentaires of in magazines. Als iemand aan het dromen is, zie je zo'n wolkje en dan zie je allerlei leuke plaatjes langskomen. Nou, in remslaap is dat helemaal niet zo. Het is veel meer alsof je in je eigen verbeelding staat. Het is zo echt zoals nu.
Dus als je nu op een stoel zit en mij hoort en je lichaam voelt en dingen voelt, zo echt zijn al onze remslaapdromen elke nacht. Multisensorische ervaringen. Dus het is echt een immersie is wel een heel typische eigenschap van onze nachtdromen elke nacht. Dat maakt ze dan dus ook levensecht, ook vaak gebaseerd op al eerdere ervaringen die we al hebben gehad vanuit het dagelijks leven. We dromen dat we op ons werk zijn, of we dromen dat we weer op dat verjaardagsfeestje zijn. Maar er is altijd iets creatiefs gaande, waardoor het plot net wat anders is dan normaal. En dat heeft te maken met dat activatieproces in onze hersenen, die willekeurige droombeelden die naar boven komen. Dus dan dromen we bijvoorbeeld over dat verjaardagsfeestje, maar in één keer komt onze baas langs. Of in één keer dan, heel creatief, associatief voor de verschillende herinneringen of verwachtingen met elkaar gekoppeld. Dat maakt dromen wat dat betreft wat minder levensecht. Maar zintuigelijk gezien zijn het hele indringende ervaringen, hele levensechte ervaringen. Nou, zoals ik net al verklapte, het is ook heel associatief, dat proces van onze dromen. En dat maakt onze dromen, al onze dromen, eigenlijk al inherent hele creatieve dromen. We hoeven niet te leren creatief te zijn, dat zit al ingebakken in onze droomslaap. Nou, dat geeft vervolgens ook een kans voor lucide dromen. Want als we eenmaal die hele levensechte droomslaap hebben, die hele levensechte droomervaring, kunnen we leren om bewust te worden van die droomervaring terwijl we er middenin zitten. Bijvoorbeeld doordat we opmerken dat onze dromen zo associatief zijn. Dat we dromen over ons verjaardagsfeestje en ik er klopt Obama aan en dat we denken, dit is heel erg raar. En in de ervaring denken, ja, maar dit is zo raar, misschien ben ik aan het dromen. En plof, heb je in één keer droombewustzijn in de droom en word je niet wakker en stopt de droom ook niet, maar er komt gewoon wat droombewustzijn bij en dan ben je nog steeds in die levensechte droom. En op dat moment weet je, ik lig eigenlijk met mijn ogen dicht nu in bed te slapen, maar ik bevind me nu in mijn eigen fantasie. Dat is een fantastische ervaring. Al heb je maar één lucide droom, de ontzagwekkende kracht van onze hersenen hiertoe. Het is mega interessant. Dus je wordt wakker in je eigen in dromenland, zou je kunnen zeggen. Maar je wordt niet echt wakker. Je voelt ook niet dat je in bed ligt. Het voelt alsof je, alsof ik hier nu mijn presentatie sta te geven. Dat ik eigenlijk niet weet dat ik in bed lig te slapen. Zo echt zijn onze dromen dan. En het gave daarvan is met dat droombewustzijn weet je ook, ja, maar dit is dus mijn fantasie. Dus ik kan de droomregie nemen. Ik kan nu doen wat ik wil doen. Ik kan vliegen, ik kan me teleporteren naar Disneyland, ik kan miljonair zijn. Alles is mogelijk. In een levensechte ervaring, terwijl ik aan het slapen ben. Dat is de lucide droom. En misschien als je al een beetje wat therapeutische verwachtingen en ideeën hebt, dan denk je, daar kan je natuurlijk misschien wel interessante dingen mee doen. Misschien kan je in die ervaring mensen wel helpen om van bepaalde angsten af te komen. Dat is al een beetje vooruitlopend op mijn verhaal. Dus dat is de lucide droom, kort gezegd. Dromen met droombewustzijn. Nou, dat is niet een geforceerde staat van dromen. Lucide dromen komen spontaan, natuurlijkerwijs voor in onze slaap. Ongeveer 20% van ons heeft elke maand een lucide droom. Heel veel kinderen hebben lucide dromen. Tijdens nachtmerries of als ze ziek zijn, 's nachts komen ze ook vaak voor. Heeft niks te maken met ziek zijn, maar te maken met dat ze vaak wakker zijn en wat meer alerter zijn. Dus lucide dromen is niet iets geforceerds of iets onnatuurlijks. We hebben allemaal lucide dromen. Alleen vrijwel niemand weet dat dit lucide dromen heten. Laat staan dat ze er wat mee kunnen doen. Maar dat kan dus wel degelijk en daar ga ik nog veel meer over vertellen. Belangrijk ook is, en dat hebben we te danken aan wetenschappelijk onderzoek, het is leerbaar. Je kunt leren om droombewust te worden van je dromen. Zodat je er gebruik van kunt maken en bijvoorbeeld vannacht te denken, ik ga slapen, ik ga dromen. En dan word ik droombewust. Wat ga ik doen? Wat zijn nou droomervaringen die ik kan gebruiken? Waar ik sterker van word. Waar ik de volgende ochtend van wakker word en denk, dat was gaaf. Of, ik voel me goed. Of, dat heeft me op een idee gebracht. Op dezelfde manier zoals we dat zouden kunnen noemen, dagdromen. In de meditatie of als je een keer een moment voor jezelf hebt. Alleen dan, 's nachts, in een levensechte virtuele omgeving. Dat is lucide dromen. En wat mij betreft, en wat betreft ook wat andere wetenschappers die hiermee bezig zijn, zou je kunnen zeggen dat lucide dromen dus een gereedschap is om te werken aan positieve verbeelding over onszelf. En daarmee dus een gereedschap voor ons persoonlijk succes. Want onze dromen gaan vooraf aan ons gedrag. Waarschijnlijk onze nachtdromen ook. Dus als we positiever dromen, doelbewuster dromen over wat onze persoonlijke idealen of doelen maar zouden zijn, halen we meer uit onszelf. Er zijn een aantal domeinen waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Bijvoorbeeld ook nachtmerries, mensen die kampen.
lijden aan terugkerende nachtmerries, die dus met droombewustzijn nu droombewust kunnen worden in de nachtmerrie, om vervolgens er een positief einde aan te breien. Want zij kunnen de droomregie voeren daar. En af kunnen komen aan hele traumatische, chronische nachtmerries. Een hele belangrijke toepassing. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die hebben gevochten in oorlog en continu nog dat soort hele nare dromen hebben. Die durven soms zelfs niet eens meer te slapen van de angst, omdat ze dan weer in die droom komen. Die dus in plaats nu van een soort therapeutische groepsreflectieve sessie overdag, waarin ze continu blijven praten over die traumatische ervaring en dan maar hopen dat ze dan dus ook afkomen van die nachtdromen, nu in de nachtdroom zelf, ter plekke, de droom kunnen positiever kunnen maken en van die nachtmerries af kunnen komen. Heel interessant onderwerp. Mentale repetitie, sport. In Duitsland worden nu lucide dromen toegepast, werd al een tijd gedaan, waarin atleten hun competities voorbereiden in hun lucide dromen 's nachts. Zodat ze overdag met meer zelfverzekerdheid, maar zelfs ook met betere motoriek wakker worden. Je wordt niet sterker wakker, dat kan natuurlijk niet. Dus je spieren worden niet steviger als je een positieve sportdroom hebt gehad. Maar wel de aansturing lijkt. Dus je wordt behendiger in je droom. Er is bijvoorbeeld een lucide een studie gedaan, ook super gaaf. Een studie waarin ze mensen hebben geleerd om een salto te maken in hun lucide droom, zonder dat ze die overdag een keer hebben gedaan. Dat werkte goed in deze context, omdat salto baseert zich op allerlei hele natuurlijke, intuïtieve verbeelding. Dus het gevoel van zwaartekracht zit allemaal bij ons wel best ingebakken. Dus ze dachten, laten we nou eens een groep mensen leren om in hun lucide dromen een salto te maken. En dat moeten ze een paar keer succesvol hebben gedroomd in een lucide droom. En vervolgens mogen ze het voor het echi doen. En wat bleek? Iedereen maakte een feilloos perfecte salto. Interessant toch? En wat ze zagen was ook dat de hersenactiviteit overeenkwam met het maken van een echte salto overdag. Al onze hersengedeelten zijn betrokken in die droom. Als dat principe al opgaat, hoe ver kunnen we dit oprekken, dit principe? En onze hersenen, je zou bijna zeggen fysiologisch gezien, neurofysiologisch gezien, zien onze hersenen het verschil niet tussen waken en dromen. Het is eigenlijk bijna weerspiegeling. Hetzelfde wat ze hebben gedaan met zingen bijvoorbeeld. Zingen versus hardop tellen volgens mij. Of gewoon tellen. Waarin je dezelfde hemisferische afhankelijkheid ziet. Dus als je bijvoorbeeld zingt, dan zie je dat de ene hersenhelft actief wordt. Als je telt of iets meer rationeels doet, zie je dat de andere hersenhelft meer oplicht. Zou dat ook gelden in de lucide droom? Als je zou dromen om te zingen of dromen om op te tellen. Het lijkt precies dezelfde. Dus heel veel van diezelfde activiteit die... Chic woord, psychofysiologische correlaties, dus de correlatie tussen de psychologie en je fysiologie, gaan ook op in de droom. Heel interessant. Het is echt een simulatie, die droomslaap van ons wakende leven. Creativiteit ook, baseert zich ook op de al bestaande creativiteit in onze droom, dat activatieproces. Daar kunnen we met droombewustzijn in de droom veel meer op inspelen, kunnen we gebruik van maken. Ook heel interessant zijn ook alle anekdotische voorbeelden van Einstein en allerlei muziekartiesten die allerlei hele mooie ideeën krijgen vanuit hun dromen. Met een lucide droom zou je daar wat doelgerichter mee kunnen werken. Dus artiesten, kunstenaars, ook heel interessant hier. Toch. Dat is mooi, dit is de premise van lucide dromen. Het is een heel interessant fenomeen. Dit fenomeen is al heel lang bekend. Althans in termen van mensen die hun lucide dromen rapporteren. Die zeggen, ik heb een lucide droom gehad. Dat weten we eigenlijk al bijna 1000 jaar of zo. Tibetaans boeddhisme sprak al over lucide dromen. En sinds de wetenschap een beetje opkwam, waren wetenschappers eigenlijk behoorlijk sceptisch over die lucide droom. Die dachten, dit kan toch niet? We zijn aan het slapen op dat moment. We zijn toch ontzettend onbewust in die droomslaap. Hoe kan je nou droombewust worden in dromen? Dat is eigenlijk een tegenspraak, want een droom betekent letterlijk dat je niet weet in welke staat van bewustzijn je verkeert. Dat is letterlijk wat een droom betekent. Dus een lucide droom, een droombewuste droom, dat is eigenlijk gewoon tegenspraak. Dus heel veel wetenschappers en filosofen in die tijd, die zeiden van, dit kan gewoon niet, dit is onzin. Lucide dromen bestaan niet. Anderen die zeiden, want mensen bleven maar dit soort lucide dromen rapporteren. Die zeiden, zeiden wetenschappers, weet je, misschien... lucide dromen kunnen niet bestaan. Misschien is het zo dat mensen gewoon dromen over lucide dromen. Interessant, hè? Wetenschappelijk is dit heel interessant. Je droomt gewoon over dat je lucide bent, maar dat is niet echt een lucide droom, want je droomt het maar gewoon. Anderen zeiden van, het kan niet, het is interessant, hè? Dat dus de eerste aanname was, en dat komt door allerlei andere droomtheorieën waar we nou geen tijd voor hebben om dat te bespreken.
de eerste standnamen, de eerste stellingnamen van wetenschappers zoals dit kan gewoon niet zo gebeuren. Die lucide droom is een verzinsel. In onze slaap zijn we onbewust. Dat geeft allerlei ruimte voor onbewuste activiteit. Dus die lucide droom, dat mag gewoon eigenlijk niet bestaan, want het doorbreekt al onze theorieën. Even een notendop. En velen zeiden ook dus, misschien is een ander tegenargument, misschien ben je in die lucide droom al gewoon deels wakker. En je bent een beetje wakker en ondertussen zit je in een slijmerslaap. En dat zorgt ervoor dat je denkt dat je bewust bent, droombewust, maar eigenlijk ben je gewoon wakker terwijl je hoofd nog een beetje doorslijmert. Nou, allemaal tegenargumenten, want die lucide droom bestaan niet. Nou, dat was een onderzoeker, gelukkig, Stephen LaBerge, een droomonderzoeker op de Universiteit van Stanford, een prestigieuze universiteit in Amerika. Hij had ook heel veel lucide dromen gehad en hij dacht, ja, dit klopt gewoon niet. Ik heb zelf ook lucide dromen gehad. Ik voel niet mezelf liggen in bed. Het voelt echt alsof ik in mijn fantasie sta. Ik ben echt droombewust. Naar mijn gevoel, naar mijn ervaring. Het bestaat. Kunnen we dit niet wetenschappelijk gaan bewijzen? Heel interessant. Dus hij voelde zich gepassioneerd genoeg, geïnteresseerd genoeg om te gaan bewijzen dat die lucide droom überhaupt bestaat. Hoe pak je dat aan? Nou, wat hij heeft gedaan, ik vond het geniaal. Hij baseerde zich allereerst op een eerdere droomstudie die aantoonde dat onze droomoogbewegingen, dus onze oogbewegingen, gedroomde oogbewegingen in de droom, stel je droomt over dat je kijkt naar een tenniswedstrijd en dan kijk je naar links, rechts, links, om de bal te volgen, hè, links, rechts, hè, dat die droomoogbewegingen, ingebeelde droom- of oogbewegingen, overeenkomen met onze echte oogbewegingen in bed, achter gesloten oogleden, wanneer we die droom aan het dromen zijn. Dus als ik, nogmaals, nee, die tennisdroom, ik zit in de droom, zit ik te kijken naar een tennisbal die over wordt geslagen, met mijn ogen, hè, dus niet met mijn hoofd, maar gewoon met mijn ogen. Dan gaan mijn echte ogen op dat moment in bed, achter gesloten oogleden, in rem ook naar rechts en naar links, naar rechts en naar links. En Steven dacht, als dat zou zo zijn, dat is wel interessant. Want dat betekent dat we misschien lucide dromers in het lab kunnen aanhaken aan alle elektrodes. En we kunnen ze de opdracht geven om zodra ze droombewust worden in hun dromen, een signaal af te geven met hun ogen. Van ik ben lucide. We spreken een soort morsecode af. Dus bijvoorbeeld iets heel onwaarschijnlijks wat je normaal niet in een droom zou doen. 3 keer naar links, 3 keer naar rechts of zoiets. En dan signaleert dus die lucide droom, je voorstellen. En lucide droom vanuit zijn droom, vanuit dromenland, naar het lab. Ik ben lucide. Hey, zullen we eens proberen? En dat hebben ze gedaan. Wat je hier ziet is een tijdpad. Dit is even 1 minuut. Ik heb er zo meteen nog van de andere minuten. Die plak ik eronder. Waarin iemand aangehaakt is aan dit soort elektrodes. Het zijn echt 4 datastromen die je hier ziet. De bovenste datastroom is EEG-activiteit, dus algemene hersenactiviteit zou je kunnen zeggen. Dit is al iemand die al in remslaap, of bijna in remslaap zit. Dus kenmerkend voor rem, dit is het eerste lijntje. De tweede en de derde, LOC en ROC, zijn je linker- en je rechteroogbewegingen. Nou, zoals je wellicht al weet, in droomslaap wordt ook wel remslaap genoemd. Rapid eye movement slaap. Treffende naam, want in droomslaap gaan onze ogen ook in rapid movements alle kanten uit. En dat zie je ook. Deze persoon, deze proefpersoon, en dit is herhaald met allerlei andere proefpersonen, zie je op een gegeven moment dat die oogbewegingen veel meer schichtig worden. Dus heel typisch voor remslaap. En de laatste, dat is EMG, dat is de spierspanning. In remslaap, het is ook wel te verklaren. In remslaap hebben we vrijwel geen spierspanning in het lichaam. Uiteraard klopt ons hart nog, we kunnen nog ademen. Maar voor de rest geen spierspanning. Dat is heel kenmerkend voor rem, dat is maar goed ook. Want als dat niet zo was en we zouden onze droom lekker aan het rennen zijn, dan rennen we in bed ook. En er is een stoornis, dat heet REM disorder, waarin die spierspanning bij sommige mensen niet werkt. Kan je je voorstellen als je naast je partner ligt en dat is het probleem? Dat je dus gewoon uit je bed wordt geschopt omdat je partner heel hard aan het rennen is. Of in één keer wijst naar iets. Of zo. Als je daar veel, je moet zoeken op YouTube. Dat is echt, je schrikt je helemaal kapot. Dus het is heel erg goed dat onze spierspanning daar niet is. Nou, misschien denkt u dan van, ja, maar hoe zit het dan met slaaplopen? Als je dan midden in je slaap en ik gaat wandelen. Of je gaat praten in je slaap. Nou, dat gebeurt dus niet in remslaap. Dat gebeurt in de non-remslaapperiodes. Daar hebben we wel die spierspanning. Dat eventjes terzijde. In ieder geval in droomslaap. Geen spierspanning, ogen, rapid eye movements en je ziet een bepaalde hersenactiviteit die in dit geval kenmerkend is voor rem.
Kortom, Steven in zijn lab verzamelde een aantal proefpersonen die goed konden lucide dromen. En hij zei, zodra jullie lucide worden in remslaap, en we kunnen zien wanneer je in remslaap zit, we kunnen ook zien wanneer je wakker wordt of niet. Hè, dus al dat slijmerslaap, tegenargument, gedoe, kunnen we daarmee weerleggen. Dan wil ik dat je, volgens mij, 2 keer naar links en 2 keer naar rechts kijkt, achter elkaar. Als je vervolgens denkt wakker te zijn geworden vanuit de droom, dan wil ik dat je datzelfde signaal 2 keer doet. Met diezelfde oogbewegingen. Zodat we ook weten wanneer de proefpersoon denkt dat hij wakker is. That's it. Dat was de opdracht. Nou, dit is een voorbeeld, is gerepliceerd met allerlei proefpersonen. Daar heb je het eerste signaal. Iemand zit in remslaap, kenmerkend, steeds geen spierspanning, is niet wakker. En in één keer komt er een heel kenmerkend, in ieder geval fysiologisch, signaal dat deze persoon waarschijnlijk lucide is. Dit is het afgesproken signaal. Links, rechts, links, rechts. Lucid wordt het getagd hier. Moet je je voorstellen, je bent dus een lucide droomonderzoeker. Die zit dus te kijken naar dat lapje. Je kijkt naar zo'n metertje dat dan gaat. En in één keer zie je een lucide signaal. Een droom. Maar die persoon op de kamer zit gewoon te slapen. Je denkt, jeetje, die is dus nu bewust in dromenland. Weet dat wij dus nu op dit moment aan het kijken zijn naar... Fascineert. We communiceren met iemand in dromenland. Lucide. Nou, steeds remslaap, remslaap, remslaap. Nu gebeurt er iets aparts bij deze proefpersoon, toevallig. Dit is het signaal, dus 2 keer die links, rechts, dat deze persoon denkt dat hij wakker is. Maar als je kijkt naar de fysiologische data, zie je nog steeds geen spierspanning, nog steeds rapid eye movement, nog steeds EEG, dat past bij REM. Maar toch geeft deze persoon aan vanuit zijn droom... dat hij wakker is. Dit is het wakker zijn signaal. Dus wat gebeurt hier? En natuurlijk, Steven zit in dat lab en die ziet die persoon nog steeds slapen. Dus je denkt, wat gebeurt hier? Vervolgens, deze persoon, het is telkens een minuutje verder. Zie je deze persoon vervolgens weer een signaal maken. Dit is een niet bestaand signaal overigens. Dit is 3 keer links, rechts. Vervolgens eventjes een nieuwe periode en vervolgens een nieuw signaal, weer links, rechts. Het oorspronkelijke signaal wat eigenlijk bedoeld was voor, hey, ik ben droombewust, ik ben lucid. Vervolgens nog meer remslaap en vervolgens wordt die persoon wakker. Je ziet in één keer spierspanning hier ontstaan. Ook meteen hele andere hersengolven, wakker. Vervolgens maakt die persoon weer het signaal. Nou, en op dat moment stapt Steven natuurlijk dat lab in, loopt naar die proefpersoon toe en zegt, waar droomde je net over? We hebben ook subjectief bewijs nodig. Als die persoon zegt, ja, ik heb geen lucide droom gehad. En die persoon zegt, ik heb een lucide droom gehad. Maar het was echt heel vaag, want ik werd wakker, ik werd droombewust in mijn droom. En ik werd droombewust in een droom waarin ik in het slaaplab was. Komt heel veel voor, trouwens. Je droomt, die mensen zijn natuurlijk helemaal aan het denken, ik moet een experiment uitvoeren in mijn droom. Daar ga je ook over dromen. Dus die werd lucide in een droom waarin hij dus wakker werd in het droomlab. En op dat moment in die droom kwam Steven naar deze persoon toegelopen. Die zei, ja, het is niet gelukt hè. Stom, hier hebben we je voor betaald. En die trok dus die elektrodes van die persoon af in de droom. Zo van, nou ga jij maar naar huis. En die persoon in die droom, die dacht, dit is... Nou ja, die signaleerde dus eerst, ik ben dus wakker. Het is me niet gelukt, dus die werd wakker. Nou, dat is dat ding. Maar vervolgens kwam hij er na een tijdje achter in de droom. Dit is wel heel erg raar dat Steven zo boos was en dat ik niet ben geslaagd in die droom. Waarschijnlijk droom ik nog steeds. En toen ontdekte deze persoon dat hij dus nog steeds aan het dromen was. Dus hij wilde weer het signaal doen, maar hij maakte gewoon een foutje. Dus hij dacht, shit, dit signaal bestaat helemaal niet wat ik nu doe met mijn ogen in de droom. Dus ik corrigeer het eventjes snel, zodat Steven in het lab weet, ik ben echt droombewust. Vervolgens ging hij vliegen. En toen werd hij wakker en zei hij, ah, nu ben ik hier. Fascinerend, toch? Dus op deze manier is voor de allereerste keer een lucide droom aangetoond. Maar het laat ook zien hoe reflectief en hoe creatief, hoe complex we kunnen nadenken in remslaap in een droom. Er gaat best wel veel denkkracht verschuilt in dit typische geval. Heel interessant. En op deze manier is de lucide droom wetenschappelijk gevalideerd. Het is herhaald met allerlei proefpersonen. Dit is nu een vorm waarin we kunnen achterhalen in het lab. Deze persoon is droombewust op dit moment. Er zijn inmiddels allerlei veel meer geavanceerde apparatuur waarmee we nog specifieker kunnen kijken wat er precies gebeurt als iemand droombewust wordt in de hersenen. En die hersenstaat kunnen vergelijken met gewone slaap of met wakker zijn. Zodat we eigenlijk het stukje droombewustzijn, fysiologisch gezien, kunnen isoleren, kunnen duiden. Van dit is dus blijkbaar het stukje hersen wat actief wordt als we droombewust worden. Wat mogelijk iets kan verklappen over wat bewustzijn zou kunnen zijn. Of nou, noem het maar.
Nou, en momenteel is de theorie dat lucide dromen wellicht een soort van hybride staat van bewustzijn is, waarin het ene deel van de hersenen nog steeds in remslaap is en een ander deel daarbij droombewuster is geworden, reflectiever is geworden. Dus een soort hybride staat van bewustzijn. Dat is een theorie. Er moet nog veel meer onderzoek worden verricht om dat echt om te zetten naar feiten. Maar het is heel interessant onderzoek wat hier wordt gedaan, fysiologisch gezien. Even een paar vragen, kritische vragen die wellicht al door je hoofd spelen. Er zijn nog veel meer te noemen, maar ik noem er even een aantal. Heel veel mensen stellen me meteen de vraag, ja, is leuk Tim, droomsturing. Maar is dat eigenlijk wel handig? Want misschien moeten we dromen over bepaalde dingen, waar we nou dus niet meer over dromen, omdat we de droom aan het regisseren zijn. Dat is een enorme misvatting. En gebaseerd nog op allerlei oude Freudiaanse, Jungiaanse droomtheorieën die inmiddels al compleet achterhaald zijn. Dromen, ook lucide dromen, vragen om onze actieve deelname. Eigenlijk sturen we onze dromen elke nacht tijdens de slaap. Dat is dat synthese stukje. Als je dat model nog even herinnert, activatie en synthese, die twee, dat samenspel in de hersenen, dat synthese proces, dat is eigenlijk onze eigen interpretatie van de droombeelden die opkomen in de droom. En de manier waarop wij erover nadenken en wat wij voelen en wat we doen en wat we verwachten in de droom bepaalt voor een deel, voor de helft zou je kunnen zeggen, hoe de droom zich ontvouwt. Dat gebeurt elke nacht tijdens de slaap, ongeacht of we droombewust zijn of niet. Dus droomsturing heeft ook niks te maken met lucide dromen. We sturen onze dromen elke nacht. Dat is de natuurlijke functie van onze dromen, dat we ze sturen. Het is een soort modellering, simulatieproces zou je kunnen zeggen. Dus dat verstoort de functie helemaal niet. Sterker nog, doordat we reflectiever zijn in de droomervaring, kunnen we hem veel meer uitdiepen en verrijken. Kunnen we er veel meer uithalen in potentie. Is lucide dromen psychologisch schadelijk dan? Dat is een interessante vraag. Als je namelijk stelt dat we met positievere lucide dromen ook positiever in het leven zouden staan, meer persoonlijk succes zouden hebben, dan zou het omgekeerde natuurlijk ook moeten gelden. Hè? Als je jezelf allerlei faaldromen zou aanpraten in de lucide dromen, dan werkt het natuurlijk precies andersom ook zo. Dat is een heel interessante, zegt ook iets over de verantwoordelijkheid van de lucide dromer. In onze cursussen helpen we en begeleiden we natuurlijk ook al onze oneironauten, onze lucide dromers, om positieve dromen te regisseren. Heel interessant hier voorbeeld, misschien heb ik er geen tijd voor, maar ik ga het toch zeggen. Ik heb 10 jaar geleden een workshop gehouden in een Belgische gevangenis, waarin ik werd gevraagd, workshop over lucide dromen uiteraard, werd gevraagd om een aantal gedetineerden te leren lucide dromen. En wat dacht je wat mijn allereerste overweging was toen ik die uitnodiging kreeg? Ik dacht meteen, ja, ik kan die mensen zeker wel leren lucide dromen. Overigens, die workshops die worden gehouden om mensen wat meer actief te houden en wat meer creatief te houden en dat soort dingen. Ze krijgen ook allerlei schilderworkshops en dat soort dingen. En deze persoon die dacht, nou, lucide droom is misschien ook een aardige stimulatie voor ze. Leuke gedachte. Dus ik kreeg die uitnodiging. Ik dacht, ja, maar wacht eens eventjes. Ik kan ze wel leren lucide dromen. Maar waar gaan deze mensen precies over lucide dromen dan? Want stel dat zij hun lucide dromen juist gaan inzetten om mensen te vermoorden of misdaden te plegen, dan zit ik juist ze tegen te werken. Dus ik had de afspraak gemaakt. Ja, ik wil eerst even van hen weten, wat zijn hun droommensen? Waar willen ze over gaan dromen dan? En als dat positief is, dan wil ik er wel mee doorgaan. Maar ik ben er heel alert op. Dat is mijn verantwoordelijkheid, ook als een begeleider. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Nou, wat bleek? En dan zit je dus echt, moet je je voorstellen, zit je dus in een ruimte, in die gevangenis, allemaal checks doorzeker. In België, echt zulke dikke wanden, alles werd gecheckt. Dan zit je eigenlijk in een heel klein kamertje met 3 wachterbewakers om je heen. Met echt zulke gozers, echt grote tattoos en littekens, echt stereotypen, eng. En dan zit ik daar zo als kleine Tim, ik was volgens mij 22 of zo. Dus ik zit daar en denk, oké, lucide dromen, lucide dromen. We gingen het hebben over waar zou je nou over kunnen dromen. En iedereen had uitsluitend genuine positieve droommensen. Wat ze allemaal wilden dromen was hun geliefde weer zien, hun kinderen weer zien. Zich voorbereiden op als ze buiten uit de gevangenis komen. Ontzettend positief. En ik dacht van, ja, zeggen jullie dit nu gewoon alleen maar voor de workshop? Of wat zit hier nou achter? En deze personen zeiden allemaal, ja, maar wat heeft het nou voor zin om een misdaad te plegen in mijn droom? Want het is toch maar fantasie? Ja, wat kan ik daar nou doen? Het is zelfreflectie, wat moet ik daarmee? Tuurlijk ga ik iets positiefs doen. Dat zou mijn aanname ook zijn. Maar dat heeft me nog wel verder gesterkt in allerlei andere workshops die ik voor dit soort doelgroepen heb gedaan. Waarin mensen totaal snappen dat ze in hun dromen dat voor zichzelf doen. En zeker deze personen die dus zichzelf veel meer wilden sterken in voorbereiding op hun tijd na de gevangenis.
naar een gevangenistijd. Dus dat was heel interessant. Dus enerzijds onderschrijf ik helemaal het feit dat, nou, dat er mogelijk een potentie is, een kans is dat mensen die lucide droom misschien op een verkeerde manier inzetten. Net zoals je het met een dagdroom zou kunnen doen. Als je overdag alleen maar denkt, ik ga iemand pijn doen. Ja, is de kans groot dat dat natuurlijk ook aanleiding gaat geven tot dat gedrag. Maar bijna niemand zou dat zomaar doen. En als het zo is, heeft het niks met de lucide droom te maken, maar gewoon met de lucide dromer over hoe die in zijn schoenen staat. Desalniettemin denk ik dat die begeleiding wel heel erg belangrijk is. En heel veel mensen voelen vanzelfsprekend aan dat je iets positiefs gaat doen met die lucide droom. Maar het is een belangrijk punt. Rust je nog wel uit? Ook een hele belangrijke vraag of opmerking die vaak wordt geplaatst. Ja, want eigenlijk die droomslaap heeft helemaal niks te maken met uitrusten. In de droomslaap zijn onze hersenen superactief. Bijna net zo actief als wanneer we wakker zijn. Die droomslaap heeft helemaal niks te maken met uitrusten. Het maakt niet uit hoe druk we zijn in onze dromen. Daar is onze non-REM slaap, onze diepe slaap voor. Dus dat extra beetje droombewustzijn voegt daar eigenlijk helemaal geen extra drukte aan toe. Sterker nog, in zo'n normale zorgdroom, waarin er allerlei stressvolle dingen aan de hand zijn, kun je in zo'n droomregie daar een veel positievere droom van maken, waar je veel meer uitgeruster van wakker wordt. Dat zijn ook over het algemeen de effecten die we daarvan gerapporteerd krijgen. Zijn er wel meer dingen verzinnen? We hebben straks nog tijd voor vragen. Nou, gegeven die lucide droom, gegeven ook de wetenschappelijkheid, de validatie van die lucide droom, dacht Steven en ook allerlei andere lucide droomonderzoekers. Nou kunnen we interessante experimenten doen die nooit eerder mogelijk waren. Want we kunnen die lucide dromers in het lab allerlei opdrachten geven om dingen te doen in hun lucide dromen. Zodat wij als onderzoekers in het lab kunnen gaan kijken hoe reageert het lichaam, fysiologisch gezien, op die psychologische ervaringen die ze kunnen opdoen in die droom. Nou, ik noemde net al het voorbeeld van zingen. Ander is bijvoorbeeld, uiteindelijk blijkt dat dus iets te zijn wat ze hier hebben onderzocht. Als je je adem inhoudt in een droom, houd je dan ook je adem in bed? Kun je niet onderzoeken. Want je kan iemand de opdracht geven, word lucide, maak een oogsignaal. Dan weten de onderzoekers, oké, op dit moment is deze persoon lucide. Ze weten dat ze dan hun adem in moeten houden voor 10 seconden. Dat repeteren ze ook voordat ze gaan slapen. En vervolgens gaan wij kijken in het lab of diegene ook zijn adem inhoudt of niet. En wat blijkt? Ja, als je je adem inhoudt in een droom, doe je dat ook in het echt. Kan je voorstellen dat het in één keer een kans geeft, een mogelijkheid geeft om alle interessante onderzoeksvragen te stellen, waarmee je met lucide dromen dit soort dingen kunt gaan onderzoeken. Dat is heel interessant. Belangrijk punt hier wel is, en dat vind ik een heel terecht punt, en daar gaat momenteel de meeste discussie over, waarbij onderzoekers zeggen, ja, maar wacht even. Als je iemand de opdracht geeft om in een lucide droom zijn adem in te houden, dan kunnen we alleen maar zeggen dat als je je adem inhoudt in een lucide droom, dat dan het zo is dat je je adem inhoudt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in een niet-lucide droom ook zo is. Want misschien is die lucide droom wel een hele andersoortige droom. En dat is wel een goed punt. Dus het is nog steeds een beetje een generalisatie. En dat maakt momenteel dat het lucide droomonderzoek nog steeds een beetje een eigen biotoop is. En dat al die lucide dromers heel driftig proberen te sterk te maken dat die lucide droom fysioloos gezien nog heel erg lijkt op een gewone niet-lucide droom, zodat we van elkaar kunnen leren. Maar heel veel droomonderzoekers zeggen, ja, doordat je droombewust bent, zullen er andere processen gaande zijn waardoor we niet meer kunnen generaliseren. Dat is heel interessant. En er zijn voor beide kampen zijn er allerlei dingen wat te zeggen, maar nou, vervolgonderzoek zal daar hopelijk wat meer over uitwijzen. In ieder geval, hoe dan ook, of die lucide droom een ander soort droom is of niet, wat we weten is dat we in ieder geval mensen die lijden aan nachtmerries kunnen verhelpen van die nachtmerries. Door droombewust te worden en die naar een ander einde kunnen laten regisseren. Heel erg interessant. Om een voorbeeld hier te noemen, ik heb ook een cursist gehad die droomde van een soort van achtervolging van een hele akelige vrouw. Zij noemde dat een heks. Dus dan droomde ze en dan werd ze achterna gezeten door die vrouw. En dat vond ze dood en doodeng. Volgens mij was ze 30 jaar oud of zo. Ik weet niet, dus echt dood. Ook op het punt dat ze bijna niet meer wilde gaan slapen. Dus elke nacht zat ze in een droom en heel hard hollen, rennen en ze werd continu achtervolgd. Dus ze nam deel aan de workshop en zei, goh, ik zou nou droombewust worden in die nachtmerrie en dat een ander einde willen geven. Nou, er zijn er allerlei verschillende manieren hoe je dat kan doen. Daar kunnen we ook een hele avond mee vullen, therapeutisch gezien, hoe je dat kan aanpakken. In een notendop, vaak is het veel slimmer om dat niet op een geforceerde manier te veranderen. Bijvoorbeeld als zij droombewust zou worden in die nachtmerrie, dat ze gewoon wegvliegt. Ik bedoel, ja, het is toch maar je eigen droom. Je doet er iets heel anders mee met die droom. Maar je kan ook die droom inzetten, die lucide droom inzetten, om ervan te leren van die nachtmerrie, van die angst. Dus de tip die ik haar gaf met allerlei andere voorbereidende oefeningen was, eerst volgende keer dat je weer die nachtmerrie hebt, die wordt achtervolgd. Hol dan niet, maar sta stil en draai eens om. Wie is eigenlijk diegene die je achtervolgt?
Dat bedoel ik niet met allerlei esoterische bedoelingen. Heel psychologisch, cognitief, therapeutisch verantwoord. Van kijk je angst eens in de ogen. Want er is niks te vrezen, het is maar een droom. Wie achtervolgt je eigenlijk? En als je eenmaal diegene in de ogen kijkt, wie is het? Is het een bekende in je droom? Kan je die persoon ook vragen, waarom zit je me eigenlijk achterna? En ga dan maar eens kijken wat er gebeurt in die droom. Heel interessant. Dit soort dingen worden ook gedaan in dagdromen. Hè, zodat je je verbeelding juist recht in de ogen kijkt en daarvan leert. Een soort acceptatiemethode. Nou, bij deze persoon, die deed dat. Vond dat doodeng. Zat er achterhol te rennen. Denk, oké, ik ben droombewust. Ik weet het. Heb ik geoefend. Ik moet omdraaien. Maar kloppend hart. Het is hartstikke eng. Het is levensecht, hè. Dus je voelt echt dat iemand achter je aan zit. Dus zeg ik, oké, niks te vrezen. Ik stop. Draait om. Ziet een hele akelige heks, eng mens, ook stoppen. En die stopt voor haar en ze zegt, een beetje gerepeteerd, waarom achtervolg je me? En die dame die zegt in haar droom, ja, er zit een hele grote spin achter op je rug. Ik wil dat ding eraf halen, maar jij blijft maar rennen. Ik wil je helpen en ik word er helemaal gefrustreerd van. En zij begint zo hard te lachen in die lucide droom. En al haar spanning viel weg en ze heeft dan nooit meer die nachtmerrie gehad. En bovendien, niet alleen maar dat, ze heeft ook iets geleerd over hoe je je angst in de ogen kan kijken. En te zien hoe je met je verbeelding kan spelen. Er zitten nog veel meer andere lessen verscholen in die ervaring. Nou, dit is een voorbeeldje van allerlei soorten voorbeelden die ik langs zie komen in mijn praktijk. Waarin mensen leren om op een wat meer spelende wijs met hun verbeelding te spelen. In dit geval in nachtdromen. Om van zichzelf te leren, om meer zelfinzicht op te doen. Maar ook om van allerlei angst af te komen. En allerlei positieve dromen te regisseren. Sport, ik noem het ook al eventjes. Repeteren van allerlei succesvolle sportprestaties. Dus als je die sport, een hardloop, 100 meter, al 10 keer in je dromen hebt gedaan met droomsucces. En voelt van ik geloof in mezelf. Dan maak je meer kans om ook alles uit jezelf te halen wanneer je daadwerkelijk op die sportbaan staat. Ik wil niet zeggen dat je dan ook eigenlijk gaat winnen. Maar het is wel een repetitie, een mentale repetitie, waarvan we al weten dat dit overdag al heel goed werkt. Maar zou het niet nog beter werken in die nachtdroom? Omdat die nachtdromen zo ontzettend realistisch zijn. Nou, heel interessant. Ik noem het al even met die salto. En ik noem het ook al in Duitsland wordt dit soort onderzoek al gedaan. Moet nog veel meer onderzoek naar gebeuren, maar is heel erg interessant. Sowieso is visualisatieoefening daar al heel erg bekend. Dus de overstap naar de lucide droom is niet zo heel erg groot. Creativiteit ook heel erg interessant. Daar wordt nog het minste onderzoek naar gedaan momenteel. Dat is jammer, omdat onze dromen inherent creatief zijn. Want onze hele hersenpan wordt gestimuleerd in die droomslaap. Zouden we met droombewustzijn die creativiteit wat meer kunnen sturen, kunnen benutten? En omdat ons brein in die staat van bewustzijn sowieso al allerlei associaties maakt, kunnen we misschien, om een voorbeeld te noemen, mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ik moest een logo hebben voor mijn bedrijf. Snoezon, zoals mijn bedrijfje heet. En ik dacht, ja, ik kan dat logo natuurlijk zelf laten maken door een designer of ik kan het zelf bedenken. Maar is het niet veel leuker om dat vanuit mijn dromen te doen, vanuit mijn lucide droom? Dus ik dacht, hoe pak ik dat aan? Nou, nogmaals, je kan zeggen in zo'n verbeelding, nou, ik ga gewoon heel hard achter een tekentafel zitten in mijn lucide droom en dan ga ik dat bedenken. Maar dan benut je die creativiteit natuurlijk niet. Dus ik dacht, stel nou, ik word droombewust in een droom en ik zorg dat ik naar een kamer loop en ik bedenk dat in die kamer al mijn creatieve idolen zitten. Walt Disney, Steve Jobs, CEO van Google. Mensen waarvan ik denk, dat zijn echt creatievelingen. Zij kunnen wellicht voor mij een mooi logo bedenken. En ik weet donders goed dat ik ze bedenk. Overigens voor een belangrijk deel onbewust. Hè, mijn hersenen die activeren dat, die geven daar vorm aan. Dus ik hoef niet bewust te bedenken dat ze bepaalde dingen hoeven te zeggen. Het gebeurt vanzelf. Maar als ik maar even bewust bedenk dat ze er zouden zijn, misschien dat mijn eigen hersenpan daar dan een mooie draai aan kan geven. Dus nou, zo deed ik dat. Ik had dat plan in mijn hoofd, droomplan. Dus ik werd bewust op een basisschool van vroeger, waarvan ik direct dacht, ja, ik zit al op de universiteit. Helder, dit is een droom. Dus ik dacht, jongens, was met mijn proefwerk bezig. Ik denk, leerkracht, ik sta op. Ik heb wat anders te doen in deze droom. Dus ik loop ver weg en ik ga een kamertje in en ik bedenk me, hier zitten mijn idolen. En ik doe de deur open en daar zit Steve Jobs en Walt Disney. Ik zeg, hi guys, hi. Alsof het een bekende is. Ik weet natuurlijk dat het een droom is. Maar het ziet er zo levensecht uit. Dus ik ga zitten. Ik zeg, guys, thank you for being here. I need to design my own company logo. And I regard you guys as my idols when it concerns creativity and inspiring logos. So could you help me?
En meteen staat Steve Jobs op. Zegt, eens even nadenken. Hij gaat naar een whiteboard en hij begint te tekenen. En vervolgens komt Walt Disney daar en zegt, nee, dat moet wat anders. En het enige wat ik deed in die droom, was gewoon zitten op een stoel, op een droomstoel, en het gewoon laten gebeuren. Maar droombewust. Dus ik kan je voorstellen dat je je creativiteit stimuleert en je laat gewoon zien wat er opkomt. Je laat de dromen ontstaan. Zo ontstaan al onze dromen elke nacht. Maar omdat je nu reflectiever bent, kan je het iets meer sturen naar een doel wat je wellicht in je hoofd hebt. Nou, daar kwam uiteindelijk het logo uit dat we nu hebben bedacht, wat heel zuinig is en heel schoon. En dat is nu het logo geworden. Nou, er zijn er veel meer voorbeelden hiervan, waarin je dus met dat droombewustzijn wat doelbewuster kunt tappen uit dat creatieve vermogen wat we elke nacht hebben. Nou, dat is een voorbeeld en daar wordt heel veel over geschreven, wordt nog te weinig onderzoek naar gedaan. Het is ook heel lastig om daar onderzoek naar te doen. Nou, dit tot nu toe vat samen wat de lucide droom is, hoe je het zou kunnen beoefenen, wat je eraan hebt. Ik zou het ook nog heel leuk vinden, ook een beetje op verzoek, om nou ook wat te vertellen over, ja, stel je vindt dit interessant, hoe kan je dit nou leren? Want het is leerbaar. Dit is een gereedschap. We kunnen allemaal dromen. We kunnen allemaal droombewust worden. Hoe zou je dat kunnen doen? Dus daar wil ik me nu op richten. Nou, over het algemeen bestaat dat leren lucide dromen uit twee leerdoelen. De eerste taak is, hoe word ik droombewust? Hoe word ik lucide? Dat is de eerste taak. Je moet eerst je dromen leren opmerken als droom. Van, oh ja, ik ben aan het dromen. En dan ben je daar. Vervolgens met dat droombewustzijn kan je beginnen. Zeggen, oké, nu ik dan droombewust ben, hoe neem ik dan de droomregie? Dat zijn twee onafhankelijke componenten van het lucide dromen. En die rusten ook allebei op twee onafhankelijke skill sets, zou je kunnen zeggen. Andere vaardigheid. Je kan dus bewust worden van een droom en nog niet in staat zijn om die droom te regisseren. Dat zijn twee onafhankelijke vaardigheden. Dat is interessant. Om een voorbeeld te noemen, mensen die worden droombewust en denken, oh, ik ga meteen vliegen. En die staan dan in die lucide droom en dan gaan ze in de superheld pose. En dan springen ze en dan vallen ze weer neer. Het is toch een droom? Interessant waarom dat niet zou lukken, want je weet het is maar een droom. Wat gebeurt daar? Ga ik zo meteen over vertellen wat daar achter zit. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Andersom, we kunnen ook dromen hebben waarin we vliegen, maar waarin we niet bewust zijn. Dus het zijn twee onafhankelijke componenten. Nou, hoe zit dat leren lucide dromen in elkaar? In een notendop. Dit kost normaal een maand aan cursus en training, dus ik ga het heel erg korter beschrijven hier, maar ik hoop wel krachtig. Over het algemeen is het een drie-stappen-plannetje. Eerst is je moet leren je dromen herinneren. Dat kun je leren overigens. Daar zal ik zo meteen over vertellen. Het is niet zo dat als je... We dromen namelijk elke nacht. We gaan elke nacht door die droomcyclus heen. Dus ongeacht wat we doen, we gaan altijd door remslaap heen. Het ligt aan de intentie om je dromen te herinneren of je vervolgens wakker wordt. Van het feit of je aan het dromen bent of niet. Kun je leren. Daar zal ik zo meteen ook wat over vertellen. En dat doe je om vervolgens die dromen op te schrijven in een droomdagboek. Om vervolgens te achterhalen wat je dromen nou zo droomachtig maken. Wat je droomervaringen onderscheidt van je wakende ervaringen. Zodat je ze kan opmerken als dromen. En in alle gevallen, als wij vannacht gaan slapen, zullen de meeste van jullie niet door. Jullie denken dat je wakker bent in je dromen, dat het de werkelijkheid is, maar eigenlijk ben je aan het dromen. Dus je moet leren herkennen wat je dromen nou zo droomachtig maakt. Dus als je eerst gaat analyseren, ja, hoe zien mijn dromen er nou eigenlijk uit? Waar droom ik nou vaak over? Dan heb je een soort analysestap gedaan waarin je denkt, oké, dit maakt mijn dromen nou zo droomachtig. En dan kun je voorbereid gaan slapen met het idee, de volgende keer, als ik weer in een ervaring zit, ben ik extra alert op het herkennen van dat droomsignaal, want dan herinner ik dat ik aan het dromen ben. Simpel, toch? Versimpeld hoor. Maar dit is het idee. Nou, daar plak ik nog even voor de... Omdat we toch... Het is de studium generale. Ik plak er nog twee extra dingetjes aan vast. Zijn heel erg belangrijk. Nogmaals, de lijst is veel langer dan dit. Coachen zelf is een hele belangrijke. Wil ik nog benoemen. Hoe doelbewust, doelgericht je moet zijn om dit te leren. En het laatste ook nog. Hoe regisseer je je dromen dan? Dus die eerste, zeg maar, stapje 2, 3 en 4 gaat mogelijk voornamelijk over hoe word ik droombewust. En die andere gaan veel meer over het regisseren van je droom. Oké, coach jezelf. Heel erg belangrijk. Het leren lucide dromen is geen trucje. Het lijkt op een sport. Een denksport, zou je kunnen zeggen. Het is dus niet zo dat als je met een aantal strategietjes, dat je meteen vannacht al als je favoriete superheld door je dromen kan vliegen. Waarschijnlijk. Sommige mensen kunnen dat. Maar dan zou je kunnen spreken van aanleg of van talent. Je kan het veel meer vergelijken met het leren lopen van een marathon.
aanhoudende oefening. Je moet leren een aantal dingen te doen. Dus het kost meestal de meeste mensen een maand om een eerste opzettelijke lucide droom te hebben. Met wat meer training kan dat uiteindelijk een veel hogere frequentie van lucide dromen krijgen. In mijn tijd, ik was zo gefascineerd hierdoor en ik wilde er heel veel van weten, had ik op een gegeven moment meerdere lucide dromen per nacht. Puur door de fascinatie ervan. Tegenwoordig lucide droom ik helemaal niet meer zoveel meer. Maar doe ik het alleen maar gericht als ik een bepaalde vraag heb. Of een bepaald idee. Of denk ik, god, daar kan ik een lucide droom voor gebruiken. En dan heb ik een lucide droom. Of dan pas ik de oefeningen toe om die lucide droom te hebben. Dus ik zet het veel meer in als een gereedschap. Je hoeft niet altijd te lucide dromen. Dat hoeft helemaal niet. Wanneer je dat ding wil gebruiken. Dat is het eerste belangrijke punt. Om dat voor elkaar te krijgen, dat hele leren lucide dromen, daarom is het ook echt een sport, zitten er allerlei andere facetten in die je eigenlijk zou moeten bewerken. Die je zou moeten verzekeren voordat je hiermee begint. Voldoende slaap is een hele belangrijke. Zonder slaap geen droomslaap. En zonder droomslaap weinig kans op lucide dromen. Dus in andere woorden, oneironauten, lucide dromers, zijn per definitie noodzakelijkerwijs gezonde slapers. De eerste les in onze cursus is gezond leren slapen. Want als je niet genoeg slaapt, ja, heb je die droomslaap niet. Dus dat is een hele belangrijke. Nou, discipline, zelfvertrouwen, zo zijn er nog veel meer andere factoren. Ik richt me zometeen op doelbewustzijn. Ook een hele belangrijke. Maar is ook leuk, want hij laat nog even een beetje zien waar je allemaal aan kunt denken. Want alles is mogelijk in die lucide droom. Het is heel erg goed voordat je hiermee begint om een idee te hebben. Wat is nou mijn droomwens? Wat zou ik doen in mijn lucide droom als ik vannacht lucide word? In die levensechte simulatie. Wat zou een ervaring voor mij zijn die bijdraagt aan mijn ontwikkeling? Dat is een hele interessante vraag. Heel veel cursisten doen hier heel lang over. Van ja, oké, ga vliegen. Oké, dat is leuk. Niet zo heel erg bijzonder. Kan je dat nog creatiever maken? Dat is interessant hoor. We hebben alle groepsdiscussies en nadenken. Hele interessante dingen komen die heel persoonlijk betekenisvol zijn. Dit is eventjes een verzameling, maar ze kunnen veel mooier worden. Een voorbeeld bijvoorbeeld van een droommens. Van iemand die bijvoorbeeld in onze cursus heb gehad. Ik heb er eventjes drie uitgehaald. Van Bart. Ik heb altijd straaljagerpiloot willen worden, maar kon dit niet vanwege mijn oogafwijking. Ik besloot daarom een miniatuurvliegtuig naast mijn wekker te zetten. Dat is een soort droomsymbool om hem te herinneren aan zijn droommens. Heeft verder niks te maken met hoe goed je zou kunnen lucide dromen, maar gewoon een referentie. Naast mijn wekker te zetten als droomsymbool. Mijn eerste lucide dromen besteedde ik aan de meest spannende luchtgevechten. Iemand die gewoon gefascineerd is door luchtvaart en zijn lucide dromen gebruikt om als een straaljager boven de wolken te vliegen. Nou, zijn haren stonden overeind, zei hij. Het is ook dus niet alleen maar dat je jezelf ziet vliegen, maar je zit in die cockpit, als je dat zou dromen, met alle knopjes, alle levens. En je voelt zelfs, als je valt, in je buik dat je valt. Zo echt zijn die dromen, terwijl je gewoon in bed ligt. Het is echt, echt, echt. Paul, mijn droomwens was om van mijn rookverslaving af te komen. Oeh, interessant. Therapeutisch, heel interessant dit. Ik stelde me voor hoe ik ontelbare sigaretten zou kunnen roken in mijn lucide dromen. Mijn droomzame sigaret op mijn nachtkastje had een wonderlijk positief effect op mijn rookbehoefte. Wat hij deed, hij was lucide in zijn droom en hij had echt... Nou, hij zwom in een bad van sigaretten, zei hij. Hij pakte dat allemaal bij elkaar samen, stak al die hele klomp aan sigaretten aan, propte die zo in zijn mond en hij werd helemaal omgeven door... Dat is een strategie, ook in allerlei gedragstherapie, dat je jezelf helemaal overspoelt met hetgene waar je vanaf wil komen, zodat je er helemaal ziek van wordt. Veel te veel. En zoals je een chocoladeverslaving hebt, ga keiveel chocola eten, zodat je er misselijk van wordt, zodat er een knopje aangaat van dit is niet goed. En dat helpt. In een lucide droom kun je dat doen, zonder dat je daarvan vervolgens omver slaat van alle rook. Nou, dat deed Paul. Nou, toen hij wakker werd, zei hij, ik kon geen sigaret meer zien. Ik ging bijna over mijn nek. Dat is verbeelding, hè? Interessant. Ik denk dat dat dus veel sterker is dan in vergelijking met een dagdroom, waarin je gewoon jezelf nog gewoon hiervoor... Als ik nu gewoon mijn ogen zou sluiten, ik zou me dat voorstellen. Ja, ik heb me nog steeds bewust dat ik hier sta en dat het een dagdroom is. Maar in die nachtdroom ben je daar echt. Je ruikt het. Het zit helemaal in je. Interessant. Juliette, mijn normale dromen waren vaak stressvol. Ik hunkerde naar ontspannen en inspirerende dromen. Ik plaatste daarom een reisgids op mijn nachtkastje als symbool van mijn droomwens. Nu bezoek ik onwerkelijke en prachtige werelden in mijn lucide droom en word met veel meer energie wakker. Interessant. Ontspanning als voorbeeld. Nou, over het algemeen zou je dit soort droomwensen kunnen indelen naar een soort schaal. Nogmaals, best wel grof wegdicht, maar het is interessant om je dat te realiseren. Vaak starten de meeste mensen hier met fantasie en avontuur.
Dat is het eerste stukje hier. Maar dat kan altijd veel meer betekenisvoller worden. Angsten overwinnen, dat soort dingen. Versus je popidool ontmoeten of leren vliegen. Wat ook heel leuk is, maar het kan veel meer betekenen. Veel meer een leerervaring worden. Nou, dat is heel belangrijk om in je hoofd te hebben. Coach jezelf is een hele belangrijke eerste stap. Vervolgens leer je dromen herinneren. Is ook een hele belangrijke eerste vorm, zoals ik al zei. Je moet leren waarover je droomt, zodat je weet wat je dromen nou zo droomachtig maken. En dat kan je leren. Je kan leren om je dromen te herinneren. En dat, een van de belangrijkste punten hierbij is, nogmaals, er gaat veel meer oefening bij kijken, is überhaupt eerst voordat je gaat slapen de intentie te hebben om een droom te herinneren. Vaak denken mensen alleen maar aan hun droom als ze wakker zijn geworden. Maar het onthouden van die intentie, voordat je gaat slapen, is al, maakt enorm veel verschil. Dus voordat je gaat slapen zeg je, ik wil vannacht tenminste één droom herinneren. En vervolgens word je wakker en dan herinner je die intentie ook nog steeds. Maar dat is een hele, hele belangrijke eerste stap. Vervolgens, iets geavanceerder, is niet per se nodig. Maar we noemen het wel in onze cursus. Tijdens de slaap, dus van bedtijd naar wekkertijd. Zou je kunnen zeggen, nou, je herinnert je dromen bij als de wekker gaat. Je zet je intentie voor dat je gaat slapen. Maar tijdens de nacht vinden er allerlei natuurlijke ontwakingen plaats. Bijvoorbeeld omdat je van slaaphouding verandert, bijvoorbeeld. En wat we onder meer onze cursisten leren is op een hele niet-invasieve manier, dus heel snelletjes, tijdens de slaap waarin we toch al wakker zijn, omdat we van houding veranderen, heel even denken, wat heb ik net gedroomd? En dat helpt ook enorm in het herinneren van dromen, wanneer vervolgens de wekker gaat en je denkt, oh ja, dat heb ik allemaal gedroomd. Dus ook veel meer gedurende de nacht daar bewust van te zijn. Nou, dit zijn een aantal tips waar je aan zou kunnen denken. Leg een klapblok op je nachtkastje, zodat je wakker wordt van een hele mooie droom. Dat je die wellicht in wat steekwoordjes zou kunnen opschrijven. Niet helemaal uitschrijven, dan ben je klaar wakker. Snel. Sommige mensen doen het ook in een voice recorder, even snel. Maar als je een bedpartner hebt, is dat ook weer lastig. Dus hier komt van alles bij kijken. Heel leuk om te doen, al doe je het maar eens. Om eens te kijken, waar droom je nou over? Wat beïnvloedt nou je gedrag? Met dagdromen zou dit natuurlijk ook kunnen. Hè? Dat is ook een onderdeel van onze cursus. Maar voor nachtdromen is dat helemaal leuk. Schrijf vervolgens je herinnerende droomfragmenten vaak uit. Gedurende de nacht. Maar ook zeker de volgende dag. In volle lengte. En wat je kan doen is er zelfs een plaatje bij tekenen. Visueel. Dit is een voorbeeld van, ik deed het op mijn iPad. Nu nog steeds overigens, waarin ik ook gewoon een plaatje maak. Voor mij triggert dat mijn herinnering nog veel meer dan wat tekst. Sommigen doen dat digitaal, sommigen maken er alleen maar schilderijen van. Er zijn allerlei vormen hoe je je dromen kan herinneren. Als een beginner is het goed om het in tekst te doen. Want, dat is voor stapje 3 namelijk belangrijk. Want als je die dromen vervolgens... Is goed, ik ga er snel doorheen. Als je je dromen vervolgens hebt opgeschreven, kun je die dromen gaan analyseren om te zoeken naar droomsignalen. Dus wat maakt je dromen nou zo droomachtig? Want dat is uiteindelijk het doel. Dit is een voorbeeld van een droomsignaal. Iets onwerkelijks, iets bizars. Dat je denkt, ja, dit is raar. Eigenlijk had ik in de droom toen moeten weten, ja, dit is een droom. Dus dat is een droomsignaal, zou je kunnen zeggen. Daarna ben je op zoek. Nou, droomsignalen kunnen allerlei vormen krijgen. Ze kunnen op zichzelf droomachtig zijn. Zoals een hele grote auto, een bizar grote auto in een droom. Ja, dit is raar. Het kan een actie zijn, het kan een context zijn die raar is. Je kan heel erg extreme gevoelens hebben. Dat kan een droomsignaal zijn. Het kan ook te maken hebben dat het niet zozeer op zichzelf droomachtig is, maar gewoon heel typisch is voor je dromen. Iets wat je overdag niet zo vaak beleeft, maar waar je wel vaak over droomt. Dat kan ook een droomsignaal zijn. En daarna ben je eigenlijk op zoek. Dus wat je gaat doen is in je droomdagboek, als je dat een paar keer hebt opgeschreven, zoeken naar die droomsignalen. Zodat je gaat zien, wat zijn nou mijn meest voorkomende droomsignalen? Wat maakt mijn dromen nou zo droomachtig? En dat doe je eigenlijk door je hele droomdagboek heen. Vervolgens ga je die droomsignalen bekijken, analyseren, zodat je uiteindelijk tot één meest voorkomende, meest kansrijke droomsignaal komt. Hetgene waarvan je denkt, ja, die is zo obvious, die zou mij eigenlijk direct moeten triggeren. Daar ga ik me op richten de komende paar nachten. Ik ga opmerken, leren opmerken, wanneer ik aan het dromen ben, aan de hand van dat droomsignaal. Nou ja, en dan ga je slapen. Dan is de taak, ik ga dat droomsignaal opmerken. Nou, en dat is een kwestie van prospectief herinneren. Daar zijn we heel slecht in, een soort boodschappenlijstjes geheugen. Dus de eerstvolgende keer dat ik weer langs de bananen loop in de supermarkt, moet ik niet vergeten om ook appels te halen. Dat soort geheugen is niet onderontwikkeld bij ons. We hebben vaak een lijstje of dat soort dingen. En we zijn goed in retrospectief herinneren. Maar prospectief herinneren is bij lucide dromen heel belangrijk. Er zijn ook allerlei oefeningen voor. Dus wat je doet is voordat je gaat slapen, is zeggen, ik ga dat droomsignaal proberen te herkennen. En dat doe je eigenlijk ook gedurende de nacht het liefst. Als je even omdraait van slaaphouding. Even snel. Het is helemaal niet invasief voor de slaap. Zodat je veel meer kans maakt om lucide dromen te hebben. En vervolgens
Word je lucide, hopelijk. Word je droombewust. Herken je dat droomsignaal in de ervaring en denk je, hé, daar ben ik in die droom. Nou, en dan kan je dus met je droomwens gaan beginnen, whatever it may be. En dat is een heel interessant proces, want hoe begint die droomregie nou eigenlijk? Nou, ik noemde het net al, we sturen onze dromen eigenlijk continu. Het heeft niks te maken met droombewustzijn. Het is gewoon een natuurlijk kenmerk van al onze dromen. En wat je ziet is dat we eigenlijk, als we niet bewust zijn van onze dromen, dat we altijd onze wakende verwachtingen projecteren op wat er in de droom gebeurt. Dus bijvoorbeeld die superheld. Ja, je hebt helemaal geen echte ervaring met vliegen. Dus als ik spring, als ik dit zou doen, dan precies wat er nu gebeurt. Mijn hersenen weten dat ik helemaal niet kan vliegen. Dus het projecteert die verwachting ook in mijn dromen. En daarom is het heel moeilijk om te leren vliegen, want ja, je brein heeft helemaal geen ervaring met vliegen. Dat kunnen alleen maar cartoonfiguren bijvoorbeeld, of Superman in de film. Dus wat je ziet bij heel veel vanzelfsprekende droomscenario's, is dat er gewoon wakende scenario's worden toegepast. En daarom zie je dus ook vaak dat leren vliegen niet kan, of nog niet door muren lopen. En dan zie je mensen in een lucide droom lopen, denk ik, ik kan door muren lopen. En dan lopen ze in die droom en dan, pomp, doet geen pijn overigens. Pom, en dan komen ze niet doorheen. Ik zeg, waarom kan ik er niet doorheen? Ja, omdat je hersenen gewoon niet geloven dat je door die muur kan lopen. In andere woorden, je moet je hersenen of je droomgeest of noem het wat leren flexibeler om te gaan met dit soort verwachtingen. Het is een heel leuk proces en het zit vooral in dat syntheseproces. Hier, dit is het onderbewuste, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee, maar met dat synthese, hoe we de droom interpreteren, daar hebben we invloed op. Dus bijvoorbeeld, en dit is een hele leuke, ja, het is jammer dat we er geen tijd voor hebben, misschien zometeen, stel er een vraag over. Kun je leren vliegen in die lucide droom? Door bijvoorbeeld misbruik te maken van verwachtingen die je brein wel heeft, die heel erg lijken op wat je in die lucide droom wil doen. Dus vliegen, ja, doe een vogel na. Je houdt je geest voor de gek. En dat werkt. Sommige mensen zwemmen omhoog. Of verzinnen allemaal gekke dingen. En met meer ervaring leer je een nieuwe context aan, waardoor je denkt, oh, wacht even, nou hoef ik niet meer te peddelen. Of, hé, dit gaat nu in één keer makkelijker. In mijn lucide droom vlieg ik zoals ik wil, of teleporteer. Dat maakt allemaal niet meer uit. Je bent gewoon gewend aan het feit dat dat zo kan. En dat is over het algemeen hoe je leert die droomregie te voeren. En zo word je een ervaren, vaardige aeronaut. En ligt het aan jou om die lucide droom op een goede manier te gebruiken. Slotslides, kortom. Dromen gaan vooraf aan ons gedrag. Aan ons persoonlijk succes. Ook overdag weten we al heel erg lang. Ik denk dat dat ook geldt voor onze lucide dromen. Voor onze nachtdromen, 's nachts. Vaak zijn die onbewust, vlakkig, herhalend, negatief. Daar kunnen we wat mee. Kunnen we droombewuster van worden, zodat we de positieve regie kunnen voeren. Onszelf sterker kunnen dromen, zowel overdag als in slaap. Het is droombewustzijn als gereedschap om onze dromen en eigenlijk daarmee onszelf te regisseren. En dat is volgens mij een hele waardevolle beoefening van onze verbeeldingskracht. Dat is in de notendop. Even een crash course wat lucide droom is. En hebben we nu nog ongeveer een kwartiertje voor wat vragen. Bedankt voor jullie aandacht in ieder geval. Sorry, Jessica. Dankjewel, Tim. Inderdaad, een crash course, lucide dromen. Voordat ik jullie de gelegenheid geef om vragen te stellen, even één ding, en je moet me niet verkeerd begrijpen, maar jij komt heel positief over. Zoals jij dat verhaal vertelt, zoals je ook een plaatje laat zien, wat je allemaal kunt dromen. Een van je laatste plaatjes zie je een hoofd en er staan allemaal woorden omheen. Ja. Rijk, zemermint, vliegen, God, eten. En dan staat er ergens ook dood. En daar wil ik even naartoe, want ik heb de indruk dat je het iets te positief brengt. En dat lucide dromen toch, ondanks het feit dat je een slide had van zijn ze niet gevaarlijk, toch bij sommige mensen misschien iets teweeg kunnen brengen. Wat anders is dan al die mooie dingen over vliegen in je dromen en weet ik wat allemaal zeggen. Dus wat is daarop jouw antwoord? Ja, en dat is dus ook een hele belangrijke opmerking. Waarvan ik ook weer terug moet grijpen op het antwoord wat ik destijds gaf. Mm-hmm. Die mogelijke schadelijkheid is de verantwoordelijkheid van de lucide dromer. En daarbij ook van de begeleider, van de trainer. Mm-hmm. En ik denk wel degelijk dat dat iets is waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Zeker omdat in die droomstaat onze hersenen nog meer vatbaar zijn voor het opdoen van ervaringen dan een dagdroom. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke pijler is van elke vorm van training op dit vlak. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de dood, die bedoelde ik eigenlijk positief. Aha. Okay. Wat in die lucide droom zo interessant is, om een voorbeeld te noemen, is er,
je kan bijvoorbeeld ook gaan verkennen, spelen, creatief met wat je eigen opvattingen zijn over de dood. Wat gebeurt er na de dood? En je kan in die lucide droom dat soort scenario's opzoeken om te zien wat heeft mijn hersenen eigenlijk voor verwachtingen? Wat heeft mijn brein verwachtingen over de dood? Ik weet dat ik niet echt dood kan gaan in die droom. Ja. Dus kan ik daarmee spelen? En het is een van de meest populaire onderwerpen van meer gevorderde lucide dromen om daar wat meer over te leren. Over ja, hoe sta ik tegenover de dood? Wat is de dood voor maar mij? Met andere woorden, een iemand die getraumatiseerd is door een oorlog of door verkrachtingen, die moet je niet zonder, niet zonder begeleiding op dit pad van een lucide droom zetten. Daar is begeleiding onmisbaar voor. Okay. Want het blijft uiteindelijk een soort zelfstudie. Dus als je zelf niet over het zelfinzicht beschikt en de reflectie om daar een positief einde voor te bedenken überhaupt, even los van of je het kan, dan denk ik niet dat dat, dan denk ik niet dat dat zo succesvol zal zijn. Dus die begeleiding is denk ik noodzakelijk. Oké. Ja. En een andere vraag, en die kwam eigenlijk door je laatste rijtje van allerlei zaken waarop je kunt letten als je lucide wil dromen. Eerlijk gezegd werd ik er al moe van toen je het vertelde. Dat ik dacht van, ja, ik zou best lucide willen dromen, maar als ik dat er allemaal voor moet doen, nou dan, dan weet ik niet hoe mijn nachten zullen zijn. Ja, maar het bijzondere is dus, als je kijkt naar waar we normaal over dromen, niet dromen, is dat vaak heel stressvol en probleemgestuurd. Mm-hmm. Zodra je je dromen ook gaat herinneren, zie je in één keer hoe druk we ons over het algemeen maken in onze dromen. Dus om daar in ieder geval iets positievers van te maken, is al een enorme verrijking voor veel mensen in ieder geval, voor wat ze rapporteren. Dus het idee is nogmaals, en dat is weer toch een misvatting, dat we denken dat we in onze droomslaap niks doen en dat we aan het uitrusten zijn. Maar dat is helemaal niet waar. We maken ons vaak enorm druk in die dromen, maar dat weten we helemaal niet. Vaak worden we ook wakker, denk ik, dat is een zware nacht. En dan denken we, oh, we zijn vaak wakker geweest of we hebben iets verkeerds gegeten. Maar dat komt vaak door de enorm emotionele negatieve dromen die we vaak hebben gehad in de slaap. Okay. Dus om daar wat bewuster van te worden, kunnen we dat wat meer ontspannender maken. Ik zou zeggen, laten we net zo druk zijn, maar laten we het wat positiever invliegen, zodat we met wat meer zelfvertrouwen wakker worden. Okay. Maar dat ben ik dan. Okay. Vragen van jullie. Steek een vinger op als je er eentje hebt. Oké. De opmerking is, ik herhaal hem even voor de film. Dagdromen vind je eigenlijk fantasie en dromen, dat is gewoon iets wat 's nachts gebeurt. Wat vind je daarvan? Je legt meteen de vinger op een enorme discussie ook in de wetenschappelijke literatuur. Wat verstaan we überhaupt onder dromen? Vandaar dat ik hem ook zelf definieerde, wat ik versta onder een dagdroom. Zeker als je ook kijkt naar dagdroomliteratuur, waar ook nog niet zo heel veel van is, dan zie je dat het wel heel erg lijkt op de soort van droomkwaliteiten die we ook in onze nachtdromen zouden hebben. Dus het kan multisensorisch zijn, dus het kan beeldend zijn, maar het kan ook gewoon met audio, kan ook met horen te maken hebben. Dus er zijn heel veel gelijkenissen tussen de nachtdroom en de dagdroom. Het grootste verschil is, de nachtdroom vindt plaats in remslaap en dagdromen niet. Maar kwalitatief gezien, ervaringsgebaseerd gezien, zijn er heel veel vergelijkingen te maken tussen de nachtdroom en de dagdroom. En daarom gebruik ik in ieder geval in mijn inhoud vaak gewoon dagdromen als een voorbeeld ervan. Ik merk ook dat het pedagogisch een beetje slim is gekozen. Want heel veel mensen denken, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel verbeelding overdag. Het zijn vaak maar gewoon gedachten die ik heb. Terwijl ze wat meer bewust worden van wat er in hun ervaring omgaat, in die innerlijke dialoog. Dat ze ook meer bewust worden van, ja, verrek, er komen allerlei beelden naar boven waarvan ze zich eerst niet bewust waren. Dus ik merk dat ik het ook expres doe om mensen wat meer bewust te maken van hoe rijk die dagdromen, die verbeelding eigenlijk is overdag. Dus het feit dat dat triggert is ook een beetje mijn bedoeling. Oké, volgende vraag. Waar komen de negatieve aspecten in dromen vandaan bij de mens? Leuke vraag. Kan op verschillende manieren. Sommige mensen hebben bepaalde traumatische ervaringen opgelopen die zo ingrijpend zijn geweest dat ze zelfs in de hersenstructuur zijn. Ingrijpend iets hebben veranderd. Bijna een groef in de hersenen zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld in het emotionele stuk van ons brein. Waardoor in remslaap, als het brein wordt geactiveerd, die groef ook weer wordt gestimuleerd. Waardoor we continu op een fysiologische manier blijven dromen over. Bij dat soort type nachtmerries lijken lucide dromen ook minder handig, want ja, die groef zit er gewoon eenmaal in. Het is nog interessant wat die lucide droom weer kan ontgroeven daarin. Maar daar wordt veel meer met medicatie ook gewerkt. Je hebt ook nachtmerries die meer psychologisch zijn, bepaalde zorgdromen die vooral komen door herhalende negatieve, minder traumatische, maar negatieve ervaringen overdag. Die zou je wat beter kunnen behandelen met lucide dromen. Er hoeft geen pil bij van te pas te komen. Dus
oorspronkelijk komen dat soort negatieve ervaringen deels uit de ervaringen die we hebben opgedaan overdag. Er is nog één ander element. In remslaap lijkt ook het emotionele deel van onze hersenen meer actief te zijn, over het algemeen. Ook heel interessant wat daar mogelijke verklaringen voor kunnen zijn. Maakt onze dromen namelijk ook meer betekenisvol, wat meer probleemgericht, probleemgestuurd. Maar vaak zie je dat de ontvouwing van het droomplot vervolgens, met wat emotionele stimulatie, ja, heel erg afhankelijk is van de dromer zelf. Als er iets emotioneels gebeurt, hoeft dat niet per definitie te betekenen dat het droomplot negatief wordt. Het is maar aan wat jij verwacht dat er gaat gebeuren. Dus vaak verklapt de negatieve droom ook veel over de persoon, over de dromer zelf. Over hoe die emotionele ervaring wordt geïnterpreteerd. Dus het is deels fysiologisch, kan. Maar vaker is het psychologischer onder de gemiddelde mens, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat daarvoor die lucide droom ingezet kan worden. Even een vraagje tussendoor. Neem aan dat je niet bent voor het gebruik van slaappillen. Nee. En ook niet blauwen. Ja, dat moet ik niet zo zeggen. Oh. Voor sommige gevallen kan een slaappil zeker nuttig zijn. Maar over het algemeen... Voor de lucide droom? Nee, niet voor de lucide droom. Maar ik bedoel echt, voor als je lucide wil dromen, dan moet je volgens mij geen slaappillen nemen, geen drugs, geen alcohol. Heeft niets daarmee te maken. Ook geen alcohol? Sorry. Sorry. Oké, dat is duidelijk. Nee. Wat dat betreft, het is vergelijkbaar met meditatie of met mindfulness. Ja. Je kan er lekker wijntje bij op. Dus hard wordt het gezelliger door wellicht. Ja. Maar daar word je niet per se eerder droombewust van. Oké. Ik kan het jou niet helpen bij het herinneren van je droom. Heeft een andere nieuwe techniek misschien voor jou. Ga slapen met een kogeltje in je hand, net zoals Edison dat vroeger deed. En zodra je in je remslaap komt, heb je totale spierverslapping, afgezien van je hart en je ademhaling. En dan valt dat kogeltje op de grond. En dan kan je dus direct je creatieve gedachten opschrijven. Ja, maar dat suggereert bij mij dat je dan dus ook wakker moet zijn om te weten dat het kogeltje is gevallen. Oh, dus, okay. En dat is bij een lucide droom niet het geval, want je blijft in de slaap. Maar daardoor ontwaak je dus. En dan denk je, nu ben ik wakker uit mijn droom. Terwijl je juist in de droom wil blijven. Wij gingen het alleen om het je herinneren. Dat helpt om sneller. Ja, ik snap u. Dan zou je nog steeds kunnen zeggen, maar op het moment dat je dan in de droom valt, word je meteen weer wakker. Dan heb je geen kans gehad om creatief te kunnen zijn. Maar het is interessant, en wat ook interessant is, dat er allerlei voorbeelden al zijn hoe dromen geprobeerd te benutten worden voor creativiteit en dat soort zaken. En daar moet eigenlijk nog veel meer onderzoek plaatsvinden om met dit soort trucjes die droom toegankelijker te maken. Heel veel mensen natuurlijk. Ja, dit gaat over slaapproblemen en of lucide dromen helpen om de kwaliteit van je slaap te verbeteren. En ik wil er zelfs aan toevoegen, als je naar bed gaat en je hebt slaapproblemen, kun je dan zelf niet naar bed gaan met de intentie dat jij lucide gaat dromen en dat je in je droom heerlijk gaat slapen. Lucide dromen heeft wat dat betreft niets te maken met veranderingen in slaapkwaliteit. Wel is het zo dat als je wil lucide dromen, heb je wel goede slaap nodig. Dus dat vandaar ook dat bij ons in onze programma's de allereerste les is goed leren slapen. Sommige mensen die lijden aan veel slaapproblemen zeggen, dit gaat het niet worden. Los eerst die slaapproblemen op. En of je nou echt in je dromen kan bedenken waardoor je beter slaapt, nee, dat denk ik niet. Maar hij is wel leuk bedacht. Oké, jij. Ah, wat is je beste persoonlijke droomervaring tot nu toe? Ja. Potverdorie zeg. Ik heb honderden lucide dromen gehad. En ze passen ook telkens heel erg bij een bepaalde periode van mijn leven. Dus het is niet een op zichzelf staande absolute beste lucide droom. Maar op dat moment was die droom heel erg goed voor me, als je misschien kan voorstellen. Dus dat is lastig. En er even bij zeggend, je bent begonnen ongeveer op je 17e, 18e, toen je hier ging studeren bij de Universiteit Twente met lucide dromen. Ja, helemaal dat waar. Dat moet ik helemaal even waar. Bijzeggen. Ja. Dus ik pak even de meest algemene lucide droom die ik interessant vond. Ja, dan neig ik toch weer naar het thema dood eigenlijk, jongens. Wat helemaal niet zo dramatisch was. Het was fascinerend. Ik had een lucide droom en ik was heel wetenschappelijk in die lucide droom bezig. Dingen aanraken van, jeetje, wat is dit echt? En hoe werkt die remslaap? En het is gewoon je eigen onderzoekslab. En je eigen, als een psychologiestudent is dat fascinerend. Dus ik dacht, in die droom, ik kijk naar mijn eigen benen, mijn eigen droomlichaam. Het voelt net zoals zo, hoor. Het is gewoon, je hebt gewoon benen, je staat daar en je voelt dat je op de
droomgrond staat. Slaat overigens nergens op. Er is natuurlijk niet echt zwaartekracht in die droom. Wij bedenken dat we op de grond staan. En dan denk ik, ja, dit is eigenlijk gewoon gemaakt van droomstof. Ja, mijn broek natuurlijk letterlijk, maar ik bedoel mijn benen, hè, mijn droombenen. Dus die heb ik eigenlijk niet nodig. Been weg. Ik sta dan steeds, nee, maar dit been dan ook niet. En ik zweef daar een beetje en denk, ja, maar dat is echt raar eigenlijk. Hè? Want wie ben ik dan? Dit, eigenlijk dit ook niet. Ik ben een soort, dit eigenlijk ook niet. Weg. Maar dit eigenlijk, nou, misschien dit stukje, weg. En uiteindelijk bleef er niks meer over, maar ik was er nog steeds. En dat noem je je beste droomervaring? Je zou zeggen van niet. Nee. Maar de realisatie was een soort van zelfinzicht van ik ben mijn lichaam niet. Ik ben eigenlijk bewustzijn. En het was enorm bevrijdend. Nou, ik kan me helemaal voorstellen dat het lastig is om dit te begrijpen. Maar wellicht dat je een snufje meekrijgt van hoe interessant dat was. Dat ik denk, ja, ik maak me misschien zorgen om mijn lichaam. Dat ik misschien niet ongezond ben. Natuurlijk is dat allemaal hartstikke belangrijk. Maar mijn echte identiteit heeft niet zozeer te maken met hoe ik eruit zie. En misschien is dat niet eens hoe ik me voel. Maar ik ben een soort van energie of zo. En ik werd wakker met een enorm positief gevoel. Vrij gevoel. Ja, was een ingrijpende lucide droom die veel in me heeft losgemaakt. En waar ik sterker ook wel van ben geworden. En nou ja, op de oppervlakte denk je, ja jeetje, je snijdt een beetje je droomlichaam eraf. Maar het is een soort experiment, een soort gedachte-experiment was het. Ja. En nou, dat is één van de talloze lucide dromen. Zo zijn er veel meer andere, misschien betere voorbeelden ook wel die ik had kunnen noemen. Maar deze moet ik toch wel eerlijk gezegd presenteren. Nog meer vragen? Oh, heel veel zie ik. Ik begin even hier. Zolang niet goed onderzocht is wat inderdaad het effect is van dromen. Hè? Wat is het wetenschappelijk gezien goed onderzocht, waarom dromen we en wat is het effect van onze dromen? Is het dan niet een stap te ver om te zeggen van nou, lucide dromen zijn zo goed. Want gewone dromen zijn nog nauwelijks goed onderzocht. Helemaal waar. Het is wel zo dat we voor een behoorlijk deel wel doorhebben wat die dromen aan het doen zijn. Dus het idee dat het onverantwoord zou zijn, zover zou ik zeker niet gaan. Dus we zien dat het dus niet zozeer is dat we iets speciaals moeten verwerken in de dromen, wat al voorgeprogrammeerd is door onze droomhersenen. Maar het gaat meer om het verwerken aan zich wat belangrijk is. En het maakt niet uit of ik nou naar links of naar rechts loop, maar het gaat gewoon om verwerking en interpretatie, synthese en activatie. Het gaat gewoon om activiteit aan zich. Dus ik zou niet twijfelen aan het feit dat lucide dromen daar dat tegenstrijdig zou zijn op die natuurlijke functie van slaap. Maar dat haalt niet weg dat het nog steeds essentieel is dat we meer onderzoek doen naar wat is nou de natuurlijke functie? Wat is nou exact die functie van die droomslaap? En dat heeft ook eigenlijk los te maken van de lucide droom, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is het lucide droom onderzoekerskamp zegt, maar daar kunnen we misschien de lucide droom voor gebruiken. Waarvan je dan dus weer die discussie krijgt van ja, maar de lucide droom is wel echt anders dan een niet-lucide droom. Dus kun je die dan... Dus je hebt gelijk, maar ik denk dat het voor hoever we nu al weten van dromen en slapen en daardoor ook lucide dromen, dat het niet echt zo essentieel meer is. Nog steeds moedig ik dat soort onderzoek enorm aan. Oké, ja, heel veel armen die nog omhoog... Gaat het eigenlijk over jouw ideaalplaatje, zoals je het schetst en hoe een lucide droom kan verlopen? En jij zegt van nou, bij mij verliep het anders. De eerste keer werd ik in ieder geval zo enthousiast dat ik lucide droomde, dat ik poep wakker was. En de tweede keer dat jij inderdaad van alles aan het regisseren was in je lucide droom. Dus er is waarschijnlijk niet één recept, neem ik aan, nee, of één mal. Nee. En daarom is het ook een soort kunst, zou je kunnen zeggen, of een oefening om die lucide droom eerst te stabiliseren. Wat jij noemt, dat je meteen wakker wordt van, oh, dit is gaaf, ik ben droombewust. En ploep, ben je wakker. Gebeurt heel veel. Dus een van de dingen die we doen, daar heb ik allemaal geen tijd voor, is dat er ook technieken zijn om vervolgens, als je droombewust wordt, bij die droom te blijven. Zodat je hem stabiliseert, dat je je dromen kunt... dat je je droombewustzijn tijd kan verlengen en dat soort zaken. Dus dat kun je leren, er zijn allerlei oefeningen voor. En ten tweede dat je
te veel droom stuurt, ja, dat is een optie die je hebt als lucide dromer. En als je leert om te zien op hoeveel verschillende manieren je die droom kan sturen, dat kan ook zijn zo min mogelijk sturen, en daar ook weer mee oefent, dan kun je dus ook meer achterover gaan leunen, zoals ik deed in mijn stoel in die vergaderzaal, en dat gewoon laten gebeuren. Dat is ook een houding, er is ook oefening voor nodig. Dus het verklapt veel over hoe jij in die lucide droom staat en welke ervaring je al hebt. Maar al dit soort dingen zijn bewerkbaar en daarom ook onderwerp van oefening in onze programma's. Oké, en nu jij? Je benadering, zoals je deze avond toonde, is volgens jou vooral gericht vanuit het brein. En jij zegt van nou, als ik me lichamelijk niet prettig voel, dan heb ik direct geen goede dromen. Hoe zit dat met de verbinding tussen lichaam en geest? Ja, dat is op zichzelf wel een mooi onderwerp. Hè? Dat het brein niet bij het lichaam zou horen. Het is heel interessant is dit. Maar dat verklapt ook mijn perspectief op allerlei zaken. Het is helemaal waar wat u zegt. Bij koorts en dat soort zaken, vooral bij koorts, zien we dat er ook veel meer nachtmerries optreden. En er zijn allerlei theorieën over waarom dat zou zijn. Meer hersenactiviteit, meer doorbloeding, verhoogde lichaamstemperatuur lijkt ook veel meer emotionele gedeeltes in ons hersenen te stimuleren. We weten niet precies wat daar gaande is. Dus ik zou wat betreft uw beschrijving dat helemaal onderschrijven. Dus dat lichamelijke condities invloed hebben op de manier waarop we dromen. Los even van de fysiologie daarvan. Het is ook omdat we ons naar voelen bij ziek zijn. Dat alleen de psychologie van het ziek zijn ook al de ervaring kan veranderen. Dus er zijn allerlei dwarsverbanden en relaties. En wat dat betreft, ja, ziek zijn of koorts hebben in dit geval, heeft ook een invloed. Dus dat heeft u heel goed door. Oké, nog meer vragen. Jij. Oh, goede vraag. Waarom ben je zelf minder lucide gaan dromen? Want je bent er inderdaad op je 17e, 18e begonnen en toen heb je het heel veel gedaan. En nu doe je het zo nu en dan heel gericht. Ja. Mis je dat niet? Nee, ja, ik heb zoveel lucide dromen gehad. Dat in het begin ook er vooral een fascinatie was voor het fenomeen aan zich. De lucide droom. Van onvoorstelbaar, ja, het is dus blijkbaar voorstelbaar in die droom, maar onvoorstelbaar dat onze hersenen die verbeeldingskracht in zich dragen. Dus heel veel van mijn eerste lucide dromen waren gericht op jeetje, wat voelt dit echt? Jeetje, wat is dit echt? Gewoon de fascinatie van de ervaring. Plus daarop, ik wilde heel graag mensen ook leren om te lucide dromen. Dus ik wilde het ook heel goed in de vingers hebben. Dat was een motivatie. En ten derde was het toen, ja, ik wil lucide dromen ook gebruiken om aan mezelf te sleutelen tijdens de slaap. En van dat laatste heb ik toen heel veel geleerd. Maar had ik niet zoveel, heb ik eigenlijk net zoveel lucide dromen besteed als dat ik dat nu zou doen. Dus als het puur gaat om hoe ik mijn lucide dromen heb besteed voor het sterke dromen van mezelf, is dat nou eigenlijk wel constant gebleven over de jaren. Maar in die tijd was het grote volume van extra lucide dromen vooral omdat ik gewoon gefascineerd was door het fenomeen wat daar bovenop kwam. En het is ook niet zo dat je dus altijd moet lucide dromen en dat de enige manier is om lekker te slapen. Het is vooral, zet het in als een gereedschap wanneer je denkt, hey, daar kan ik die simulatiekracht voor gebruiken. En zo gebruik ik het nu ook. Of ik zie een gave film, een van de Marvel film met Iron Man. Oh, dat wil ik ook. En dan doe ik dat in mijn lucide droom. Of ik denk, ik zit dwars in een relatie met iemand. Dat wil ik even wat meer uitspelen om te zien hoe dat voelt voor me. Dat doe ik in een lucide droom. Dus het is en dan pas je dat vervolgens toe in het echte leven? Niet direct, maar het is wel, het levert zelf inzicht op in die lucide droom. Ik denk van, hoe voelt dat? Hoe reageer, hoe denk ik, hoe projecteer ik de verwachting van de ander in die droom? Dus ik leer ook over, ja, hoe sta ik daar nou precies in? Ja. En dan word ik wakker en dan denk ik, ja, wat heeft die droom nou in mij teweeg gebracht? Wat vind ik daarvan? En dan kan ik een hele andere kant op gaan in het echi. Maar het is wel voeding voor, ja, wie ben ik? En hoe sta ik in dit geval in die relatie? En vervolgens doe je daar wat mee. Oké, even terug naar je verhaal. Je vertelde dat je op 22-jarige leeftijd een workshop gaf aan Belgische stevige gedetineerden. Maar hadden ze niet als droom dat ze wilden ontsnappen uit die gevangenis? Want je noemde allemaal positieve dingen. Ze wilden, als ze terug waren in de maatschappij, wilden ze beter gaan leven. Maar wilde niemand ontsnappen? Nou, het is hoe je ontsnappen definieert. Zoals ik zei, de droomwensen die zij in ieder geval met mij deelden was, hoe kan ik me voorbereiden op een leven buiten de gevangenis? Je zou kunnen zeggen, ja, dat waren we dromen over ontsnappen.
maar niet ja, maar ontsnappen op een andere manier van echt ontsnappen ja, precies, uit de gevangenis. Ja. Ook omdat zij donders goed weten, ja, ik kan wel dromen over dat het me lukt om te ontsnappen in een lucide droom. Maar dat is niet de echte gevangenis. Ja. En alles kan in een droom. Ja. Dus zij waren ook gewoon heel erg, leek het in mijn optiek, bewust van wat de beperkingen zijn van zo'n lucide droom. En die zetten zij in voor inderdaad hele positieve dingen. Of constructieve dingen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ook in die droom weten zij, ja, ik zit eigenlijk gevangen in die gevangenis. Maar in deze droom kan even alles. En ik wat vind ik het fijn dat ik mijn vrouw gewoon een knuffel kan geven in die droom. En ik weet dat het niet echt is, maar het voelt echt. Mm-hmm. Nou, dat is toch mooi? Ja, oké. Okay. Tim, jij blijft hier nog wel even. Ik wil even het publieke gedeelte afronden. Ik hoop jullie volgende week of een andere keer weer te zien bij Studium Generale. En dan gaan we met z'n allen een salto oefenen. Dus mijn opdracht aan jullie is om gewoon in je volgende lucide droom zo'n salto voor te stellen. Zoals jij dat ook vertelde, dan gaan we die hier ter plekke doen. Lijkt me heel spannend. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je verhaal. Dank je wel, Iska.